World Touring Car Championships, het nieuwe kampioenschap van DRE. En vanavond zal ik, Senor Snor, samen met Patrick in Stilo het commentaar doen. Patrick, goedenavond. Ben je er klaar voor? Ja, het is ongelooflijk. We hebben volgens mij iets van 46 stuks die deelnemen. Drie lobby's, ja, klopt. En anders dan andere wedstrijden doen we dit keer de kwalificatie op één hoop. Dus het wordt een algemeen klassement. Aan de hand van deze kwalificatie gaan we de lobby's herindelen. En ja, dat zullen de lobby's zijn waarin gereced zal worden. Dus de kans dat een divisie 2 rijder bij de divisie 1 groep zit is vrij groot. En andersom natuurlijk ook. Dus ik heb er zin in. Ja, dat is ook de lobby die wij gaan streamen inderdaad. Ja, ik ga ondertussen de race starten. Exact. Top. Jullie horen mij? Ja. Oh, kut. Ik doe iets niet goed, geloof ik. We gaan even restarten, want ik zie... Dan staat je stem denk ik niet gedeeld in de party. We doen sowieso een restart. En we doen even een restart van de kwalificatie, omdat Paloma Blanca iets te laat is met joinen. Geen probleem. Nu is het alleen zaak dat iedereen uit... Nog niet hoorbaar? Even kijken... En je stem staat op delen. Dat je kan zien. Ah. Spannend. Nog niet, hè? Nou ja, maar het staat bij mij nu dat jij in een blauw beeld bent op dit moment. Oh, dus... dat zijn we niet snel. Kijk. Even. Ik mis volgens mij nog één rijder in onze lobby. Stream dat ook vast nu bij mij. Ik ga even snel kijken... Ik mis... Klopt het dat de stream vastloopt? Nee. Bij mij loopt hij gewoon. Oké. En ik ben nog steeds niet hoorbaar? Ja, oké. Ik ben hoorbaar. Goedenavond allemaal. Top. Technische probleempjes, maar we zijn er. Nu is het alleen nog zaak om de missende rijder op te sporen. Zilverpijlen zie ik ook. Richard nummer. Ik mis Magic Mike. Even kijken of die misschien toch een kruis heeft ingedrukt. Het kan natuurlijk ook dat het is niet altijd goed zichtbaar. Magic Mike is... Ja. Nee, er staat niks van, hè?
ik zie hem ook niet meer aangemeld staan. Dus hoe die ertussen is gekomen is nog de vraag. Nou ja, in dat geval ga ik hem denk ik gewoon van start. Hij kan er nog bij, zoals hij wil. Ja, zoals ik al zei, er zijn nu 3 lobby's aan het kwalificeren. Daarna gaan we checken wie de snelste mannen zijn. En aan de hand daarvan gaan we de nieuwe race lobby's indelen. Het is een nieuw systeem voor ons, dus er kan wat oponthoud komen, maar... Zoals dit. We zijn allebei goed hoorbaar, wordt in de chat gezegd. Dus dat is een goed teken. Top. Dan zijn we er klaar voor, denk ik zo. Ja, als Magic Mike niet reageert, dan ga ik hem ook starten. Nou, ik ga hem denk ik gewoon aanslingeren, want anders wordt het een lange avond. Dat wordt het sowieso. Ik zie ook geen reactie van hem, dus... Nee, ik ga hem aanslingeren. Yes. Heel Top. Veel succes allemaal hier in Lobby A zitten en de rest natuurlijk ook. En wie hebben wij allemaal vandaag in Lobby A zitten? Eens even kijken. Ik zie DRE commentator in de pit staan. Ja, dit gaat weer helemaal kut natuurlijk. Zo, nu is het goed. Een van de snellere rijders. De snelste. De snelste. We hebben een Luke Vlugman met de BMW M6. Dat is een bekende Divisie 1 rijder. Daarna hebben we Zilverpijlen. Dat is een van de rappere, denk ik wel, van de Divisie 2. Maar goed, de indeling van deze lobby's zegt in principe nog niet zo heel veel. Daarna Tim LeCocq met de BMW. Vrije livery. Juist. De Haan. De Haan. Bij deze. Wat hebben we nog meer voor voitures? Ik zag nog een... Wat gebeurt er? Buk, denk ik. Kan je vragen of hij een buk heeft of niet? Moeten wel snel zijn, want anders gaan we niet meer herstarten. En bij mij loopt die nu. Ja, doe maar een herstart. Oh, nou, dan ga ik. Ik zal herstarten, ga herstarten typen. Ja, dit gaat natuurlijk in. Dat is gelijk de laatste herstart. Ook zodat hij eens even mooi wat donutjes aan het draaien. Hij rijdt samen met Mr. Geo in het team. Top livery. Wat voor auto's rijden die? In een Lexus. Ah. Ik hoorde daar verschillende verhalen over. Tricky auto. Ja. En dat hij niet al te snel was. Maar Maxerati die wist er gisteren toch nog een 1,59 laag uit te knijpen, dus... Kijk. Zo heel vervelend zal die ook weer niet zijn. Dat is ook niet de minste rijder, die kan volgens mij aardig wat uitkomen. Nee, ja, dat scheelt natuurlijk ook.
Eens even kijken en dan gaan we hem weer starten. Allemaal de baan op. En als iedereen op de baan zit, dan gaan we weer. Nou, hopelijk gaat het deze keer wel goed. Ik zie nog één iemand in de lobby of in de pitstraat staan volgens mij. Tijgertje staat nog in de pitstraat. Richard Poe die gaat er nu uit. Tijgertje, hallo. Gas op die lolly. Ja. Dat wordt lang wachten voor de andere lobby's op deze manier. Ja, voordat ze kunnen starten met deze. Ik zal het een keertje herhalen. Baan op. Nou. Ja, Rens, wat zijn de verwachtingen voor vandaag? Verwacht je dat er veel touchés zullen zijn, waardoor mensen toch nog een pit moeten gaan maken? Want, Ja, de afgelopen 2 dagen heb ik wat oefenraces gedaan met alle jongens. En daaruit blijkt toch wel dat er een hoop schade gereden wordt. En niet zozeer door touchés, maar ja, deze baan is vrij krap en omringd door vangrail. Dus één bandje in het gras en je, ja, en het minste tikje in de muur. Tijgertje die gaat rijden. Ik zie dat Tijgertje nu gas gaat geven. Yes, top. Yeah. Dus ja, het minste geringste slipje kost je gewoon motorschade. Kijk, met een bumpertje en een bandje, dat scheelt je misschien een halve seconde per ronde. Maar die motor is gewoon killing. Dat is gewoon einde verhaal. Ja. Maar goed, gisteren zag ik dus ook dat ik reed ergens vooraan, motorschade, vervolgens viel ik naar achter. Nou ja, en er reden nog 5 man met motorschade, dus dan maak je nog steeds kans. Precies. Ik ben benieuwd. We kunnen starten, denk ik. Ja, ik ga hem aanslingeren. Yes. Ga die hamster in die kooi maar rennen. Let's go. We hebben alleen een kip dit keer, volgens mij. Of een haan. Ja, en een een eagle, hè? Van ja. Maxerati, die nog weer een mooie doos aan het draaien is. Nou, ik hoop dat iedereen dit keer wegkomt. Ja, en in deze lobby zitten wel aardig wat hele snelle jongens. Ja, ik zie er al inderdaad een aantal tussen staan. Hoge verwachtingen, leuk. Ik ben erg benieuwd. Wat zijn jouw verwachtingen van deze mannen? Nou ja, heel veel mannen van divisie 1 heb ik nog niet heel vaak mee gereden. Dus het is voor mij nog een beetje lastig te zeggen wie ik verwacht dat toch wel hoog gaat eindigen. Maar ik heb wel al een paar keer Mr. Numaga gezien, ook in een oefenlobby. Ook wel een nieuwe rijder natuurlijk, met aardige pace. Ik ben ook wel benieuwd wat hij snelle rijder gaat doen. Ja, ik ben erg benieuwd wat hij gaat doen vanavond. Ik vrees en ik durf er bijna geld op te zetten dat als hij op de baan blijft en geen gekke dingen doet, dat hij wel eens kan gaan winnen. Want die had in die oefenraces echt een pace waar je zegt, niet normaal. En ik zie ook inderdaad dat Jimmy er weer bij is. Ook een van de snellere van divisie 2 ook. Ja, onze Fransman. Ik verwacht ook wel, onze Fransman inderdaad. Ik verwacht dat hij ook nog wel leuk mee kan gaan doen met de jongens van divisie 1 vandaag. Zilverpijl heeft wat moeite om de auto op de baan te houden, zie ik hier. Eens even kijken. Wie rijdt er nu voorop? Dat is Vlugman. Zit er nou in een outlap richting de start-finish, zo meteen te starten met hun eerste rondes.
Maar toch ook een divers veld qua auto's. Ik zie wat BMW's, Corvettes. Aantal Mustangs inderdaad. Mustang, Lexus. Oeh, Tim LeCocq die gaat buiten de baan nu. Voor start finish. Dus die zou een extra rondje moeten gaan rijden. Pas op voor achterliggers. Ja, gaat goed. Maar dit zal geen snel rondje worden voor hem. Nee, als je na de chicane op gang moet komen, dan mis je denk ik wel een paar seconden. Welke auto heb jij zelf gekozen, Rens? Ik had in eerste instantie de Corvette gekozen. En uiteindelijk heb ik dat geswitcht omdat Ivo Mikkertje, mijn teammaat, die reed met de BMW. Ja. Ja. En hij had een hele vette livery gemaakt, dus dan dacht ik, hey, dat scheelt mij weer livery maken. Ben je een beetje bekend met de BMW? Nou, niet echt, maar inmiddels heb ik hem wel onder controle. Het is wel een rap auto, hoor. Er wordt veel gebruikt ook, hè? Ook in de 10.000. Ja. Mooie auto ook. De Maserati rijdt ermee volgens mij in de 10.000. En Paloma rijdt ermee. Bij ons in de divisie is Asterix degene die ermee rijdt. En Bakkie gaat erg wijd hier, hoor. Raadhoes is er even voorbij. Dus ja, die rijdt overigens met een Corvette AMG, zie ik. Ja. Die weigert om iets anders te nemen dan een Mercedes, dus die... Ja. Nee, goed, dat ben jij als de beste natuurlijk. Ja, ik denk dat hij nog liever over de baan heen gaat lopen dan dat hij in deze auto moet stappen. Liefde voor een Mercedes is te groot. En we gaan richting ronde 1 van Luke. Man, ik ben benieuwd wat je voor tijd gaat neerzetten. Kun je mooi gaan sparren gelijk met de rest? Ik geloof dat de andere lobby's al redelijk klaar zijn met kwalificeren. Ja, je krijgt berichten binnen van uitslagen. En een 1.59.1, niet verkeerd. En dan gaan we gelijk zien wat meneer Noemaga, die gooit er een 1.58 rond overheen. 1.58.6. Hier, Tim LeCocq, 2 minuten 1. Dat is puur door het feit dat hij net wegspinde voor start-finish. Ja. 2 minuten 2, 1 minuut 58,9. Ik zie ook een B-MO22X. Dat is een nieuwe rijder, neem ik aan. Ja, dat is volgens mij is dat Serge uit België. Als ik de naam goed uitspreek. Ik weet niet op heel veel andere manieren je hem uit kan spreken. Maar dat is een nieuwe rijder inderdaad. Ik ben benieuwd. En leuk, een mooie 218 van Zilverpijlen. Dat zijn wel de tijden die we van hem gewend zijn. Dus 218. Ik denk dat hij een klein foutje had gemaakt net. Het is een Jumbo livery. Oeh, daar ging Barry ging een beetje... Ja, die is weer in gevecht met... die zit ook steeds in verkeer vast, heb ik het idee. Max geeft er nu wat ruimte. Netjes, keurig. Maserati die is een klein beetje ruimte aan het zoeken. Oh, dat zit toch ook wel dicht op elkaar weer? Ik wou net zeggen, ongelooflijk. 0,099. Ja, de top 3 op een halve seconde. Nou, dat gaat nog wel een beetje schuiven, denk ik. Ja, en Max bewijst me weer dat die Lexus toch ook wel bloedjesnel is. Ja. En een hij is inderdaad tricky, maar hij is gemiddeld gezien schijnt het toch wel een aardige auto te zijn, hoor. Ja. Een 1.48.4, dus... Braathorst, ja, nog steeds 14e op Noemaga. Eén dodge in het veld en dat is de Richard Poel. De rest is eigenlijk allemaal Lexus, BMW, Mustang, Chevys. Oeh, ja. Daar ging Mr. Noemaga.
Ja, dat, hij hield hem verloor aardig recht. Dus dat wordt geen verbetering waarschijnlijk. Nee, daar verliest hij wel een 0,1. Dat is minimaal, maar... Wel een hele mooie livery heeft hij erop zitten. Een mooie witte. Oeh, Braadhoest gaat eraf. Zonde. Die mag voor geluk spreken dat we geen schade hebben in de kwalificatie. Inderdaad. Dat is namelijk nog een dingetje straks in de race. We rijden met schade op hoog. Dus elk muurtje is een probleem. Mr. Geo zegt rode vlag situatie, zie ik in de chat. Ja, ik denk dat alle andere lobby's nu met ons mee aan het kijken zijn. Ja, die kans is aanwezig. We hadden wat technische problemen net met het starten en het wachten op Paloma. Ik zie dat Paloma ook een snellere sectoren rijdt. Die zit op 0,4. Dus die zal zo meteen over start-finish voorbij Max Ferrati gaan. En ook voorbij Braadhoest, denk ik. Ik ben benieuwd. Als hij hier goed uitkomt. Hij gaat nu start-finish op. Oh, ja. Ja, het is Max, weinig, hoor. En Max Ferrati ook gelijk. Hè? En toch, als je in het veld gaat kijken, vanaf D-Rate eigentje tot en met Mission Numaka, dan zie je toch dat alles echt heel dicht op elkaar zit. Ja, een halve seconde. En ik zie dat tijgertje een beetje de Tokyo Drift. Ja, die mist de eerste bocht, zag ik. Kan jij iemand zien met een paarse tijd? Dan gaan we even een half rondje meekijken. Ik zal ze even in de gaten houden. Volgens mij is Barry ook weer bezig met een snellere tijd. Even kijken bij Jimmy. Die heeft nu een 1.59.3 geklopt. Dat kan sneller, denk ik. Ja, hij rijdt ook wel iets sneller. 0,02, het is niet veel, maar... Nog een lange weg te gaan. Een kleine beetje zelf, hè. We weten ook niet wat er in andere lobby's aan de hand is. Exact. En Barry die staat op 0,05. Dus die zou die nog voorbij kunnen gaan als hij de rest van de sectoren toch lekker door kan blijven rijden. Oeh, Braadhoest staat langs de baan. Die Jacques Poel gaat nu over richting start-finish. Die gaat rijden. Nee, 2 minuten 6. Oké. Volgens mij is dat een divisie 2 rijder, heb ik het, dacht ik. En BMO 22X op 0, O is het denk ik. Is dat ook een divisie 2 rijder? Dat zou ik niet aan mijn hoofd durven zeggen. Ik denk 2 of 3, maar hij zit er nog niet zo lang bij, dus... Oh, kijk eens wat een poltijd nu gereden wordt. 1,57,5. Ja, een half seconde sneller dan Max Ferrati. Ik krijg te horen via de chat dat we een heerlijke commentatorstemmen hier al aanwezig zijn. Oké, maar dat kunnen we nog veranderen. Niet ons ego strelen, jongens, dat is niet nodig. We kijken nu mee met Max Ferrati. Een hele mooie auto. Erg hard in de bochten. Wel een hele vette livery, ja. Ik zie hem nu pas. Ja, je gaat een beetje richting Jambers, Ren. Oh, het is al, ja, het is bijna 9 uur, hè? Na 9 uur dan gebeurt er een hoop. Ja. Ah, kijk, Paloma Blanca zit nou op 0,3 achter Mr. Numaka en die rijdt ook weer snellere sectoren. Dus dat kan nog interessant worden. Silverpijl op 2 minuten 1. Hey, wel bijzonder trouwens, want deze jongens, net als Paloma en Braadhoest... Ja, die zijn, ja, Max Ferrati denk ik ook. Die zijn helemaal niet gewend aan deze auto. Nee. Die rijden de 10.000 met een andere... Ja, Numaka trouwens ook. Die rijdt met een Mercedes. Dus ja, dat is toch wel bijzonder dat die in bijna in elke auto rap kunnen gaan. Ja, dat is wel heel bijzonder, ja. Ik rijd zelf met de 10.000 met de Viper. Dus dat had ook de keuze geweest als ik waarschijnlijk... Had je die hier ook gekozen of... Ja, omdat ik weinig tijd had om te oefenen, denk ik het wel. Ja, precies. Ja. Maar of ik het nou een geweldige auto vind, en heel veel weten dat ik dat niet vind, die in de party zitten, maar goed.
Ja, ik moet zeggen, ik heb er een paar rondjes mee gedaan, maar ik vind het niks. Het voelt alsof die neus echt 4 meter lang is of zo. Dat als je de bocht omgaat, dat je ja, al 100 meter voor de bocht in moet sturen voordat er überhaupt iets gebeurt. Maar ja, dat verschilt natuurlijk ook met je rijstijl. Absoluut. Het zijn bandenvreters, die vipers. We hebben nog 2,5 minuten gaan, zie ik. Ik zie wat minder tevreden mensen over de vipers in de chat. Ja, kijk, en Ben Bach, die is toch ook weer op stoom? Een van de snellere controlerijders bij ons. Ja, ongelooflijk, hè? Ja, ik weet niet hoe die gasten het voor elkaar krijgen, maar... 1.58.0. Ik vind die livery van Barry ook wel weer fantastisch, hoor. Net als die van het TVT. Ja, die zit erop. De klasse uit. Dat is wel Barry's dingetje, inderdaad. Absoluut. Mr. Numaga is iets sneller dan Barry achter hem, dus ik weet niet. Kijk even mee of die door die slipstream nog wat eruit kan halen. Ja, of hij wordt nu juist opgehouden misschien. Barry, die gaat... Barry. Ja, Barry is hem even kwijt. Jammer. Ja. Die zal hem er wel langs laten, denk ik. Kijk nu even met Tim LeCocq mee. Ik kan de slipstream meepakken van Bradhoes, dus ik ben benieuwd of die rijdt ook een rode sector. BMW en een Mercedes in één beeld. Yes. Oh, een Bradhoes gaat wijd. Kijk, Tim die pakt wel eventjes een betere tijd. Nog een lange weg te gaan, dus wie weet kan hij een aanval gaan doen op Vluchtman. Als die Corvette hem niet in de weg gaat zitten. We zijn nog niet aan het racen, jongens. Maar goed, dat is bij Bradhoes tegen Dovermans oren gezegd. Kijk, en we hebben nog een 1,57'er. Max Verratti. Ik kijk bij Richard Poel mee, die heeft hem neergezet in de pits. Is hij er klaar mee? Het ziet er naar uit alsof hij er klaar mee is. En Azeroth, wat heeft hij voor tijd neergezet? Kan je dat zien? Een 2 minuten 01. Oké. Okay. Blauwtje zegt, go boys, have a nice race. Bij deze jongens. Jammer dat je niet meedoet, Blauwtje. Ja, toch in Lobby B bij de 10.000 toch lekker meegereden. En we gaan de laatste ronde in. Ik denk dat G nog een rondje mag zetten. En die verliest volgens mij de controle in de laatste bocht. Dus, of in de eerste bocht. Zonde. Als ik het heel snel in mijn ogen voorbij is gekomen, rijdt Tijgertje, die rijdt ook een snellere tijd nu, op dit moment. Maar hij rijdt 0,01 in de rood nu. Ja, dat kan ook nog steeds. Ja, die zit op 1 seconde van de kop. Op zich zijn dat echt minimale verschillen. Zeker op een baan als dit, het is een vrij technisch baantje. Dus als je hier niet zo vaak oefent, dan is de kans vrij groot dat je niet lekker meekomt. Beetje wijd, Daro. Is dat de laatste die met een snelle tijd bezig is, denk ik? Zitten er nog een paar, zie ik. Maar... Hij zit 0,05 in het rood. Als hij het laatste gedeelte hier nu lekker uit kan komen, dan kan hij nog... wat eruit persen misschien. Tijgertje tegen Bradhoes, dat gaat het worden. Ja, hij gaat hem toch nog voorbij, hè? Gaat hij hem voorbij, 0,09. Ja. Allemachtig. Kijk die verschillen. 11.000 en 39.000. Ik ben benieuwd wat dat in de race gaat brengen. Volgens mij dan is iedereen... op dit moment gaan kijken wie bij welke Robbie gaat rijden. Dus jullie zullen een klein beetje oponthoud hebben op de stream.
Jullie zullen elkaar zelf even bezig moeten houden, vrees ik. En Braadhoes is nog bezig met een snelle ronde. Nee. Ik wil ook nog wat moppen tappen hoor, maakt mij niet uit. We gaan eerst even de kwalificatie van de, of de tijden van deze noteren. Rens, hoe zet ik mijn eigen naam hier neer? Wat is jouw eigen naam? Ik weet ook niet wie de chat nu via... Is dat Donnie? Ik denk Donnie. Maar dan is die ingelogd als DRE, dus daar gaat het fout. Fitje vraagt, waar is de uitslag van jullie lobby? Ja, die komt er nu aan. Pardon. Gewoon even wachten, Bastiaan. Rustig aan. Geduld, rustig. Rustig. Padgas zegt hallo. 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 Rustig. Oké, ik heb volgens mij een fotootje van de... Hey, jij gaat automatisch nu op race, dus die moet gecanceld worden dan. Ja, maar ik moet even een fotootje maken van de... Yes. Ik zet hem eventjes een half minuutje op mute. Ben zo terug. Ondertussen gaan deze jongens gewoon vrolijk verder. Ja, we zijn even heel hard aan het rekenen. We zijn heel hard aan het rekenen om de lobby's in te delen. Een levensverhaal, jongens. Ik maak zoveel mee. Gisteren heb ik geplaystationed. Vandaag. Eergisteren. Ja, zo kan ik nog wel echt heel lang doorgaan. Eens even kijken of die jongens al wat voor elkaar hebben. Je krijgt een vraag via de chat hoe het met jou gaat. Nou, hoe je dus bij deze of je even wil reageren. Nou, het gaat goed met mij hoor, dankjewel. Ja, dat is nog belangrijker dan de race zelf natuurlijk. Is dat Naomi? Dat is de Naomi, ja. Jeetje, Naomi. Oh, oh, oh. Hebben jullie toevallig twee microfoons? Of we twee microfoons hebben? Ja, je moest je mond houden, ja. Maar ja, blijkbaar is jouw stem toch iets zwoeler dan die van mij. Twee mannen stemmen op zaterdag vrijdagavond, daar ben je niet zo wijs van. Nee, precies. Kijk, en die jongens in lobby A, die blijven gewoon ervoor gaan. Een proefstadje zie ik hier en daar. De groeten aan papa Stilo. Nou, ik zal de groeten aan mijn vader doen, jongens. Ja, dat weet jij nog niet, Rens, maar mijn vader die rijdt ook Gran Turismo. Oh, echt?
Die bakt er alleen geen pannenkoek van. Sorry als je meeluistert, pa, want ik dat weet het. Maar dat komt allemaal goed. We hebben vertrouwen. Dat is iets met vaders, denk ik. Want mijn vader rijdt ook mee. Ja, ja, ja. En die bakt er ook geen pannenkoek van. Old Fatih, toch? Ja, ja, dat is Old Fatih, inderdaad. Hallo, Speedbuster. Speedbuster. Ik ben toch benieuwd of het lukt met de indelingen. We zijn volledig de controle kwijt, dames en heren. Dan wordt het toch maar tijd voor snollebolletjes, denk. Zij denken, maar de laatste keer dat we muziek hebben gedraaid, ja, hadden we wat problemen. Oké. De uitslagen zijn bijna bekend, dus we gaan zo alles online gooien. Ik ben benieuwd wie er nog gaan switchen van lobby's. Ik denk dat er toch wel een aantal van deze lobby's zullen blijven. Ja, dat denk ik. Ik denk sowieso de top 6-7. Ik heb helemaal nog geen uitslagen gezien van andere lobby's. Dus misschien worden er veel snellere tijden gereden aan de andere kant. Dat weet ik niet. Ik zie een DRE Edwin rijdt een 1.58.5 als poltijd. En even kijken, de snelste tijd hier was. Nou, die heb jij staan, die kan ik niet zien. Staat niet op Twitter. De snelste tijd hier was een 1.57. Ja. Ik ga even mijn screenshot erbij pakken. Een 1.57.5. Oké. Okay. En daarna kwam Maxerati met een 1.57.7. Gevolgd door Paloma met een 1.57.9. Daarna een 1.58.3 van de Berry. Tijgertje met een 1.58.3. Braadwoest met een 1.58.4. Loek met een 1.58.8. Tim met een 1.59 rond. 1.59.1. Ja, het zit allemaal vrij dicht op elkaar. Ja, dan zie ik dat. Als je op Twitch gaat meekijken, zie je dat iemand een screenshot heeft gemaakt. Waar precies een screenshot opgeslagen voor een naam staat. Dus ik heb geen idee wie dat is. Die rijdt met een M6 en die heeft een 1.58.5 gereden. Dus de kans dat die in deze lobby terecht gaat komen is groot. En daaronder hebben we nog een Edwin W 2011 die 0.1 daarachter is zat. Dus dat is ongeveer een 1.58.7. Oké. Okay. Dus die zal ook misschien nog kunnen gaan opschuiven. Kan interessant worden. Even kijken. Oh, hier zie ik hem nu staan. DR Edwin. 1.58.5. Ja, ik zou niet eens weten hoe ik muziek kan draaien, jongens. Allemaal veel te ingewikkeld. Oh, wacht eens even. Die brengen me op een idee. Spotify. Even je PlayStation laten afspelen. Hoe kan dat, ja? Jazeker. Nou ja, een klein verzoeknummertje mag dan wel, toch? Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik dit doe. Even lekker. Maar dat is gunstig, hè? Dan gaan de royalties naar George. En die kan het dan weer gelijk afdragen aan ons. Dan maken we het cirkeltje weer helemaal rond. Eerst even kijken of er al iets bekend is voor de uitslagen. The Guilty Pleasures. Nou. Yes, uitslagen staan. Waar staan die?
Bastiaan uit de spanning erin. Eens even kijken. En de uitslagen staan er bijna. Ik heb heel wat goed te maken, Rens. Dat zei je 5 minuten terug ook. Ja, ik probeer het een beetje spannend te houden. Maar op deze manier valt het weinig spannend te houden. Ik zie dat het dat wat mensen zitten piepen over dat het lang duurt. Dat komt echt door die divisie 1 rijders. Die hebben lak aan alle regels. Dat is ongelooflijk. Die doen echt maar waar ze zin in hebben. Moeten we toch aan gaan moppen tappen, denk ik, Rens. Want anders dan... Jongen. Nou. Barst los. Nee, ik ben niet zo goed. Dat kleine brein van mij zijn werk laten doen. Nou, dat kan er wel even duren, hoor. Ik zet nu Google aan. Hey Google, vertel een grap. Rustig. De spanning is snijden, jongens. Zien jullie dat? Mensen kunnen niet wachten. Maar goed, in principe, als we gewoon op tijd hadden begonnen wij, dan hadden we gewoon om 9 uur van start kunnen gaan. Dus wat dat betreft is de tijdsspanning niet eens zo heel verkeerd, denk ik. Nou, bij mij wel spanning in huis. Ik moet nou Naomi lief aankijken of ik nog wel wat langer op mag blijven. Rens, dat... Maar jij mocht ik hoor dat jij de vuilniszakken weg moest gooien en dan was alles weer in orde. Dus ik weet niet waar die vuilniszakken staan. Ik denk een beetje of 5 verderop. Ik weet al waarom het zo lang duurt. Die tikkies van tegenwoordig gaan niet zo snel. Dus er wordt nu wat geld geschoven naar Bastiaan. En die maakt er dan een mooie indeling van. Eens even kijken. Kijk, ik zie Bastiaan typen. Nu komt het. Nou komt het. Internet ligt eruit bij Bas. Ja. Zonde. Oh, dat ik even. Let's go. Ja, het is wel eens gekker geweest hoor. We hebben nog wel eens een race gehad waar het een uur uitliep. Dus op zich valt het mee. We hebben ooit een Porsche Cup gehad in het verleden. Ik weet niet of jij daar nog van weet. Nee. Ik ben eigenlijk... De eerste race die ik ben gaan rijden was... jullie finale race op de laatste 10.000. Op Monza was dat toen de tijd. Oh, ja. Dus ik ben nog vrij recent. Kijk. Met nog vele jaren ervoor uit. Maar goed, we hadden die Porsche race. En dat liep allemaal zo uit met bugs en al die zooi. En ik zat er lekker in en ik lag vierde. En toen begon het laatste rondje, begon mijn tv te knipperen. Van je tv gaat zo uitschakelen. Had je hem al lang aanstaan. En ik had hem dus te lang aanstaan. En ik had geen afstandsbediening in de buurt. Dus ik ging van P4 ging ik naar P helemaal achteraan. Omdat in de laatste bocht mijn tv uit te knekkerde. Dus oh, ja, dat is gelijk een wijze les voor iedereen die meerijdt. Gewoon afstandsbediening naast je leggen. Maar het belangrijke van het verhaal is, ben je nog een beetje terug kunnen komen? Of was het gelijk klaar? Nee, het was de laatste ronde. Dus ik lag er gelijk zonde. Uit.
Ik heb dat gehad op Dragon Trail, dat ik naar boven moest. En dat is een kleine van mij, en toen net de start begon. Ja. Dus ik stond stil. Wat netjes. Oh, dat weet ik van zo wel. Ja, gelijk een seconde of 30 achter. Ja, maakt het spannend toch? Nog derde kunnen worden, meen ik uit mijn hoofd. Dus... Wat gebeurt er? Ik zie het al. Ik ga het even zetten. Even hier neer. Discord is zo goed beveiligd dat het. Dat we geen foto's kunnen plaatsen. Maar dan ga ik het gewoon zelf even doen. Ik zie nou een. Wat doe je? Ja, er is nu een. Oké, we gaan nu organiseren. Ik zie nou een lijst van etjes staan, denk ja, ik. Ja, dat is hem. Dat zijn ze. Nou, okay. Zullen wij hem gelijk even doornemen? En ik zie al in één oogopslag dat er niet zo heel veel verandert in onze... Huh? Er verandert helemaal niks in onze lobby, of wel? Ja, zeker wel. Het Subinomai is erbij gekomen. Oh, wat goed. En Turtle Racing. Turtle Racing. En dan hebben we afscheid genomen van Richard Poel. En even kijken, onze nieuwe Belgische rijder. Ja, Serge. BMO22X. Die verlaat lobby A voor lobby C. Kijk. Dat is toch wel een verrassende uitslag. Tenminste, niet een verrassende uitslag. Maar je ziet wel dat divisie 1, 2 en 3 wel gebaseerd is op... Die is op gebaseerd op die niveautest natuurlijk. Ja, en wat me ook heel erg opvalt is dat op lobby B van pole position Karateka gaat starten. En die rijdt normaal divisie 3, in divisie 3B mee. Niet dat 3B lang zijn, maar is dan A. Dat zijn de nieuwe, over het algemeen de nieuwere jongens. Maar goed, dat is nogal een sportje. Dat hij aardig wat potentie heeft, die jongen. Ja, absoluut. Leuk om te zien. Want die heeft ook gewoon een tijd van... Die die bijna overeenkomt met Tsuginomai. Ja, dat scheelt weinig, ja. Het zit toch ook allemaal dicht op elkaar daar? Ik zie even tellen. Ja, ik zie gewoon 8 jongens op 2 minuten rond. Ja, zeker. Ik zie Fitje, die staat straks 14e op lobby C. Heb jij achteruit de kwalificatie gereden, Bastiaan? Ik denk dat hij de spanning had van het publiceren van de tijden. Ja. Dus even kijken of wij iedereen in onze lobby hebben. En Goblin in lobby C, die had ik toch eigenlijk ook wel iets hoger verwacht. Ja, die had ik eerlijk gezegd ook wel in een kampioenschap. Maar weet je, die heeft alle hoop op Big Willow gevestigd, denk ik. Ah, nou heb ik net gehoord dat we die gaan schrappen. Inderdaad, bij deze. In tijdsnood, wij komen in tijdsnood. Ik mis nog 1 iemand in onze lobby. Ja, Big Willow, dat is te ver weg. Dat doen we niet aan. Oh, en ik zie dat we beide Edwins bij ons hebben dit keer. Edwin. Ik mis toch nog en steeds. En staat er nog op 7-8 ook. Kijk. Dat terwijl ze niet eens bij elkaar in de lobby zaten. Zilverpijlen zie ik nog. Nee, we zijn nog niet compleet. Ik mis G. Nee, die zit ook bij ons. Turtle Racing, waar is die? Zou zomaar kunnen zijn dat die nog een... nog geen vriendjes is met de commentator. Turtle, waar zit je dan? Ja. Waar is die goos? Ah. Gevonden. Ja, jammer voor Krateka. Die wilde toch wel Turtle Racing een por in zijn hol geven, begreep ik. Die had er zelfs nog geld voor over om hem van de baan te laten rijden. Dus dat, ja. Dan had hij maar iets meer peper in zijn reet moeten hebben, denk ik. Exact. Dan had hij erbij kunnen zitten. Geen schande dat het niet zo is. Nu moet ik alleen even de settings aanpassen. Race. Grid order. Set by host. 50 liter. 15 rondes was het, hè?
ik heb even een binnenpretje. Ik laat even een mopje zien aan Naomi, maar die snapte hem niet. Ik kwam een beetje laat binnen. Ja. Oké, Rens, waarom kan een ei niet bevriezen? Ja. Nee, je bent me kwijt. Er zit een dooier in. Oh, dat is slecht. Ik moest hem even maken. Kan je hem uitleggen? Nee. Ik begrijp het niet helemaal. Ja, dus. Als iedereen even op het groene vinkje ramt, dan kan ik... Even een vinkje, een bedankje voor de organisatie. Alvast op de achtergrond kostte hem 6 seconden per rondje. Ja, absoluut. Nou, Bastiaan, dankjewel, hè. Als meneer Noemaka en Paloma Blanca nog even op de vinkjes rammen. Noemaka en waar zit die? Paloma. Ik ga hem gewoon alvast instellen. Wie hebben we op nummer 1? Ja, Noemaka. Max Arati. Twee hebben we Paloma, die is er ook niet. Tijger. Die is er ook niet. Schiet lekker op, jongens. Wij denken, we nemen het een keer over, hè, Rens? Tjonge, jongen. En gelijk dit. Ik denk dat wij nooit meer mogen genezen. Komen. Wij mogen nooit meer komen, denk ik. Ah, nee. Kijk. Tim zit op nummer 10. Twee commentator, moet je niet even wat aanpassen? Wat moet ik aanpassen? Wie zegt dat? Tijgertje. Wat zegt hij dan? Mechanische schade op zwaar. Ja, zover was ik nog niet. We hebben op dit moment 14 kijkers. Die zien nu hoe ik de grid op ga stellen. Ja, dat is nog spannender dan de laatste 15 minuten geweest, Rens. Even kijken. Ga zo door. Doe maar aan. Kijk, nu zijn ze eindelijk aangemeld, die chappies. Tijgertje, waar zit je dan? Als je nou even op het vinkje drukt in plaats van je druk maakt om de schade. Of zit hij er al bij? Hé. Hey. Daar is hij. Barry, Braadwoest, Edwin, Luke, Tim, Zilver, Turtle, Shimi, Notsumi, Gaemu, ja die. Oké, volgens mij zijn we er. Dan moest ik nog iets aanpassen. Heavy. Mechanische schade op zwaar. Oké. Baan op. Let's go! Ik ben er klaar voor. Ik heb er zin in. Ik ben bijna uitgepraat. Ik ben benieuwd. Ik ben door mijn woorden heen vandaag. Ik heb nog wel moppen voor je klaarstaan hoor. Oh, top. Maar laat je ze dan eerst even checken door Naomi? Nou, die laat ik wel op de achtergrond. Die is aan het dweilen nu. Dat is betere werf. Je hebt een slap oude hoer in het dweiler hier. Wat ben ik nou aan het doen, jongens? Dit kan er niet. De slijtage staat er gewoon aan. Sharad hier is ook weer lekker dodetjes aan het draaien. Zilverpijlen schiet er even lekker doorheen. Ja, je moet nog wel even verandering in gaan komen. 8:30 begonnen, bijna 9:30. Oké, als iedereen de baan op is, en kan jij dat zien? Ja, hè? Barry moet nog, of die gaat nu de baan op. Ja, iedereen is de baan op. Nee, wacht even, momentje. Tijgertje staat nu weer in de pits. Die gaat er ook nog uit. Ja, die instellingen zijn toch goed, jongens? Oh, hij gaat weer in de pits. Ik weet niet wat hij doet. Oh, en nu is het eigenlijk zo eruit. Ja, ik ga hem gewoon aanslingeren. Shimi en Tsubi Nomgai. Nu zit er weer in de pit. Ja, het eigenlijk. Weet je, we gaan hem gewoon lekker starten. Moment, hij gaat er nu uit. Dus ja, we kunnen starten.
race start. Nou, het zal vast nog wel een keer iets fout gaan. Ik hoop dat we de grid goed in hebben gesteld. Oké. Okay. Nou, we zijn een uurtje verder en ik zit er helemaal klaar voor. Pak een beetje 30 minuten. Schade op zwaar. Voor de rij is niet leuk, maar een aantal op touchés zou toch wel leuk zijn. Voor de rezellen. Ik kan niet wachten. Anders ik wel. Destruction Derby, let's go. Ik kijk achter mee met Tsugi no Mai. Ik zit op de motorkap van Numaga. En ik zie dat iedereen van zijn plekje komt. Oh, dit wordt toch een spannend bochtje, hè? Vooralsnog, ja, die Corvettes, joh, die zijn zo ongelooflijk snel weg. En ik heb jongens, die willen wel. Ik heb het vermoeden dat toch heel veel mensen op hard starten. Dat kan jij misschien wel bevestigen. Je moet minimaal 5 rondes met hard starten. Ik zie hier dat Mr. Nubaga start op hard. Paloma Blanca ook op hard. Maxarati ook op hard. Berry staat op zacht. Oh. Is misschien wel interessant om in de gaten te houden. Ja, dat is een... ik weet niet of dat de snelste strategie gaat zijn, maar goed, hij wijkt in ieder geval af van de rest, dus... Absoluut. Het is voor hem nu zaak om er toch snel voorbij te gaan en om een gat te gaan slaan. En ik zie hier anders dat het tijgertje hem naast Braadhoes zet. Ja. Ook beide mannen op de hard. Edwin rijdt op de normale band. Edwin, DRE Edwin? Die nu aan de binnenkant voorbij wordt gezet door Vlugman. Yo, ik zag iemand naast de baan staan. Iemand naast de baan. Edwin 2011 is hem naast de baan. Die heeft gelijk problemen. Kun je hem nog terughalen? Ja, als het goed is heb ik hem... Oh, ja, in de herpin gaat hij te vroeg op zijn gas, denk ik. En ja, ik... Zonde. Ik denk dat hij wel een motorschade heeft. Kan jij dat zien? Ja, dus hij heeft zijn voorbumper heeft die schade. Geen motorschade. Aan. Geen motorschade. Oh, nee. Dat valt er nog mee. Dus ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Gaat hij snel pitten? Gaat hij doorrijden? Hoeveel tijd gaat hij erop verliezen? Ik ben benieuwd. Het is voor ons allebei nieuw, dus. Oh, en ik zie een Vlugman met een vrij heftige actie op. Nou, niet heftig, gewoon een mooie actie op Braadhoest. Verliest daar wel weer een plekje mee aan Edwin. Het gaat er allemaal redelijk degelijk aan toe, moet ik zeggen. Ja, tot op heden wel. Absoluut. En ja, Braadhoest gaat in de verdedigende lijn. Ik kijk met Edwin mee. Die gaat toch nog doorrijden. Zo, en ik zie weer wat fout gaan in bocht 1. Ja, Tijgertje die verloren, ja. Voor de rest geen schade aan zijn auto. Dus die kan hem gewoon weer verder rijden. Kijk. En weer in te halen. Ik heb het idee dat Braadhoest de boel een beetje ophoudt. Die rijdt hij ook op hards of... Ja, Braadhoest rijdt ook op hard. Achter een Vlugman rijdt op zacht. Ik weet toevallig dat die heeft volgens mij nog niet op hard gereden met deze auto. Dus vandaar dat het dan wat minder soepel gaat, denk ik. Ja. Ik kijk nu mee met de auto van Vlugman en zie inderdaad dat Braadhoest toch wel een beetje aan het struggelen is op dit moment. Ja, hij zet hem ernaast. Zet hem in de binnenkant, maar die Corvette heeft echt een enorme goede... Oh, nee, dit keer... Het is een Mercedes, ja. Pas op je woord. wat overstuur door de Corvette. Ja, dan verlies je gelijk exitsnelheid. En de volgende die dwingt hem alweer aan bij hem. En dat is Shimi volgens mij. Ja, Shimi is en die voorbij. Is hem ook alweer voorbij. Dus ik denk niet dat Braadhoest heel blij is met ze. Ah, oké. Dus die moeten zo meteen toch nog een keertje 500 hard pakken. En hoe gaat het daar achter? Dat zit ook allemaal dicht. Dat is Tim LeCocq en Turtle Racing en Edwin. En Edwin is zilverpijlen voorbij. Edwin 2011. Hé, hey, dat dus zullen ze leuk vinden. Er is ook vinden. Iets gebeurd. En dan is het altijd even de vraag hoe ik helemaal achter in het veld kom met mijn camera. Zo
Pino Meijer rijdt nu een beetje in zijn eentje rond. Met 3 seconden voor hem en 2 seconden achter hem. Dus ik ben benieuwd... En waar zit Zilverpijlen dan? Op nummer 14, denk ik? Zilverpijlen zit nu op nummer 14, ja, zeker. De teammaatjes zelfs, helemaal achteraan. Voordeel is dat ze beide alle twee nog steeds op hard rijden. Dus die compound hebben ze zo meteen gehad. Ik zit daarna uit vlammen. Turtle Racing zit op de kont van Tim LeCocq op dit moment. En wat voor bandjes zitten die... Turtle Racing rijdt met zacht en Tim LeCocq rijdt op hard. Dat is natuurlijk kijk. Om te verklaren waarom er toch een... Tim zet hem... Oh, en Braathorst gaat weer bij. Braathorst. Oh, jongen toch. Die is niet blij met zijn harde bandjes, denk ik. Nee. En we hebben... Luke Vlugman, die dicht het gat volgens mij redelijk naar... ik denk dat Paloma een foutje heeft gemaakt trouwens. Want die zit nu achter Vlugman. Ja. En 2 seconden voor Simi. Terwijl het gat net nog... volgens mij 2 tot 3 seconden was. Dus. Maar loopt alweer in met... Ja, het is wel grappig om te zien, want de banden van Jimmy die gaan aardig rap in vergelijking met ieder ander op de veld. Oh, en ik zie ook dat Turtle Racing motorische problemen heeft. Die gaat niet zo snel meer. Daar is iets gebeurd. Oei, die kan ik niet meer terughalen, denk ik. Maar goed, het zal waarschijnlijk een vangrailtje geweest zijn, denk ik zo. Die is nou terechtgekomen op P12. Het gaat niet lang duren voordat Edwin daar voorbij gaat. En het enige voordeel voor hem is dat hij nu dicht bij de pits is. Dus als hij slim is, dan bonjourt hij hem zo naar binnen. Ik heb ook het idee dat de Braathorst wat probleem heeft. Of hij mist de pit. Of die is gewoon ultra traag, dat kan ook. Wie mist de pit, okay, nee, hij mist hem niet, Turtle. Ik zie iemand volgens mij het spel verlaten. Oh nee, die ging de pitstraat in. Ja, dat is Turtle Racing. Die moet zijn motor nu laten maken. Alsof het niks is. Alsof het niks is. Ik ben benieuwd hoeveel seconden hij daarop gaat verliezen op zilverpijlen. En hij komt volgens mij... Nee. Nog niet. Ja, en vooraan is het nog steeds 1,5 seconde op Numaga. Op Maxerati. En daarachter zit Barry te pushen met 0,5 seconde. Maar goed, er zit een verschilletje in van hard en zachte band. Oeh, daar gaat Barry een beetje wijd. Daar gaat hij tijd verliezen. Ik zie wat pionnen vliegen. Hij gaat van 0,5 naar 1,2 op dit moment. Ja, 1,3. En heeft gelijk Vlugman in zijn nekkie. En ik zie ook dat Maxerati op sommige momenten erin loopt in bepaalde sectoren op Mr. Numaga. Maar nu loopt Mr. Numaga weer weg bij Maxerati. Verschil van de Lexus en de Chevrolet waarschijnlijk per sector. Ik zit nu even aan boord bij Vlugman, want die zit op 1/10 van Barry af. Die heeft de vaart goed in zitten, Luke. En heeft een hele goede exit hier. En die rijdt ook op soft of rijdt hij op de harde band? Vlugman rijdt op soft. Oké. Okay. En Barry ook. Maar het valt heel erg op dat de banden van Jimmy op dit moment al op 1/4 zitten. En de rest eigenlijk nog bij lange na niet. Oké. Okay. En die rijdt met de Mustang? De soft. Met de Mustang, ja. Ja, misschien dat hij toch wat harder moet pushen om het bij te kunnen houden. Ik kijk op dit moment ook bij Barry mee. Die rijdt ook met een Mustang op een soft. En die zit er nog lang niet op 1/4. Dus... Oké. Okay. Iets minder driften. Ja, en Luke die rijdt hele mooie lijnen. Ja, die pakt ze lekker mee. Kijk, dit is een moment waar hij ook hier gaat inlopen op Barry. Ja. Achterin het veld rijdt Tijgertje, die gaat een aanval doen op Tsugino Mai. Die, ja, daar gaat hij komen, denk ik. Die heeft de binnenkant te pakken. En die is er voorbij. Beide op de harde band. Oh, en Barry weer een foutje in diezelfde bocht. Het lijkt toch wel een dingetje met die... Met die controller.
Ik ben ze kwijt. Dan maar zo. En Luke komt er niet voorbij. Even verder naar achter kijken. En ik zie Tim LeCocq, Shimi en Edwin ook goed in gevecht. 0,2. Ja. Edwin die de slipstream goed kan meepakken van Shimi. Oh, verkeerde knoppie. Kijk. En zet hem er voorbij. Oeh, dat is een klein touché. Scheelde weinig. Ja, scheelde niet veel. Ik verwacht dat Shimi nu de pits ingaat. Hetzelfde als Braadwoest, daar begint de tank nu toch echt wel te knipperen. Oké. Okay. Dus dat zou betekenen dat Shimi waarschijnlijk de hards gaat pakken. En ja, Edwin... ik denk dat sowieso wel wat auto's gaan wisselen nu van banden. Ja. Ja, kijk, daar gaat de eerste al. En Max gaat nog door, heb ik het idee of niet? Max rijdt nog een rondje door, ja. Oké. Okay. Wat voor tijden rijdt Max gemiddeld op die band? 2 minuten 1. Allemaal 2 minuten 1. Oké. Okay. 2, 2 minuten 1,3. Dan dus is het, dat wordt nog spannend stabiel. Dan, want die gasten op softs die gaan straks natuurlijk gewoon 2 seconden per ronde rapper. Absoluut. Kijk, iedereen die stapt over van de harde band. Misschien hier en daar nog wat gerepareerd. En Max en Luke die gaan rustig door. Oh, maar Luke zit op de softband, geloof ik, hè? Vlug me aan. Ik ben iets minder snel dan jou met swappen ermee. Die zit op de softband, ja, absoluut. En die heeft het ook tankje? Wel mooi gecontroleerd. Is het tankje die gaat knippert nog niet, gek genoeg. Ja, die BMW is ook wel redelijk zuinig, hoor. Die heeft nog wel een stukje te gaan. Oh, die begint nu te knipperen. Ja, kijk, dus dan zijn die binnen nu een anderhalve ronde, ja. Nog 2 rondjes precies. Misschien, 1 rondje. Ik weet niet of hij gaat leanen, maar... En hij loopt al wat in op Max, trouwens. Wat zei je, sorry? Ja, Luke loopt al wat in op Max. Ja... Ja, dat is minimaal ook, hoor, die verschillen. DRE Edwin begint ook te knipperen, dus die zal ook bij start-finish de pit ingaan. Dus die is ook nog niet naar binnen geweest, inderdaad. Nee, hetzelfde voor Tijgertje. Die gaat ook zo meteen naar binnen toe. En de rest van de jongens die is eigenlijk allemaal wel al geweest. Mis ik iemand? Tsugi Nomai moet ook nog. Maar die knippert nog niet. Oké, okay. En welke auto rijdt hij? De Lexus, geloof ik. Hij rijdt met een Lexus, ja. En een harde band. Die echt minimaal versleten is. Kijk, en nu wordt er geswitcht van... Ik ben toch benieuwd waar naar de mediums gaat Edwin. Verbazingwekkend. Ja, absoluut. Die gaat dan misschien voor een... ja, dat is een hele goede vraag waar die voor gaat. Ik zie nog iemand op een medium. Tijgertje gaat op de Max medium. Max gaat net de pitstop uit en Mr. Numaga is hem voorbij gegaan nu. Oké, okay, dan en heeft hij er niet heel slecht aan gedaan, of wel? Nee, of zeker niet zelfs, want het verschil was toch wel aanzienlijk. Ja, dat was volgens mij 1,5 seconde. Ja, er zit nu 0,3 tussen. En Max Ratti kan mooi de slipstream meepakken. Oeh, Shimi die glijdt weg. In de eerste bocht zeker, ja. Ik zie hem staan. Zonde. Oh, komt de baan weer op. Tijgertje heeft een straf te pakken. Je zou hem toch ergens moeten gaan wegburnen zo meteen. En dan heb je een kans dat Edwin, die al best wel behoorlijk aan het inlopen is, dan toch heel dichtbij gaat komen straks. Ik zit op dit moment nog even bij Max en Numaga, maar dat is hard tegen hard, hoor, dit. Ik ga met je meekijken. Ja, die Corvette is op de rechtstukken toch heel rap. En die, ja, het kan ook gewoon rijderskunsten zijn wat Max hier uit de hoed overt. Maar... Nou ja, we hebben allemaal gezien dat het niet de minste rijder is. Bij de Classic Le Mans reed hij ook geloof ik bovenin mee, hè? Ja. Zoals kampioen geworden. Die gaat toch zo meteen een aanval doen.
denk het ook. Je zit niet helemaal lekker hier, dus kan nog niet zo heel veel. Dus gokt hem misschien op een goede exit. Nee. Nee, Mr. Normaga heeft toch een betere exit. Kijk, en loopt hij gelijk wat weg? Het is ook de zachte band tegen de zachte band, dus dat is interessant. Hij heeft, nou, dat komt er op nu wel weer op hem in. Op de bumper. Ah, dat doet hij toch ook wel netjes. Heel netjes hoor. Vangt hem mooi op. Verwacht niet dat het lang gaat duren voordat hij hier voorbij gaat. Ik denk ook dat hij hem er zo voorbij prikt. Dit is natuurlijk ook gunstig voor Luc Vlucht, man. Die kan er zo meteen ook nog wel... Welke band zit hij inmiddels, Luc? Die rijdt op de normale band. Oké, dus die moet straks nog een keer naar hard. Over 2 rondjes, dus... Ik hoop dat hij dat ook weet. Ja, toch wel gaaf om te zien hoor. Die gast zit op de 0,2 seconden van elkaar af. Ja, dit is top om te zien inderdaad. Oeh, allebei... Nee. Oeh, Max. Zonde. Ja, die heeft wel een pakje schade, denk ik. Ja, die heeft een behoorlijke schade, ja. Ja, en hier wordt denk ik de overwinning in de schoot van Chris geworpen. De linker voorwiel en zijn bumper en motorische problemen. Ai. 3-1. Ja. Kijk maar, daar gaat Vlugman al. Zet zijn knippertje aan. Ja, en Luc die gaat er vandoor. Paloma Blanc. Ja. En Paloma schuift er ook naartoe. Nou, Luc zet hem op. Aanval op Mr. Numaga. We willen nog meer van dit soort mooie battles zien. Even kijken, wat gebeurt er achter in het veld? Op een of andere manier kan ik niet doorschakelen naar de achterin, naar de laatste jongens. Ik zal eens even gaan kijken wat die jongens allemaal aan het doen zijn. Ik zie dat Edwin W2011 0,8 op tijgertje zit. Dus die zal ook zo meteen een aanval gaan doen. En dat is de, ook beide op de zachte band. Oké. Turtle Racing rijdt ook op de zachte band, maar die zijn wel al behoorlijk versleten. Dus... Vraag me af hoe lang hij hier nog mee door kan gaan blijven rijden. Want hij heeft namelijk al gepit. De tank zit ook de helft vol. Dus wat gaat hij doen? Gaat hij nog een keer de pit in? Of blijft hij hiermee doorrijden? Ja, toch wel verrassend ook te zien is Tsugi Nomai. Nomai. Dat is een rijder die nog niet zo heel lang bij ons zit. En tot volgens mij vanmiddag nog niet wist welke auto die ging rijden. Nee, top, absoluut. En rijdt hij nog steeds gewoon op plaats 9 tussen redelijk wat geweld van divisie 1, als ik het zo mag zeggen. Ja, zeker niet de minste rijder, nee. Jongen die zich ook erg thuis voelt, heb ik het idee. Ja. Leuk om te zien. Zelfs wel vele nieuwe van ons die vrij actief zijn in de chat. Zo kan je het noemen. En we komen hier weer op een gevechtje van Max Serati en Barry. Ja. En Max is hem alweer voorbij, denk ik. Ja. Nou. Ik praat voor mijn beurt, geloof ik, want... Barry die gelijk de slipstream gaat pakken zo meteen van Max Serati als hij een goede exit heeft... En die gelijk een aanval op gaan zetten. Het lange rechte stuk, nee. Heeft ook gelijk braadwoest in zijn nek. Ja. Klinkt niet heel lekker een braadwoest in je nek, maar... Ik denk dat hij een aanval gaat zetten zo. Ja, hoe is hij op die naam gekomen, Nens? Jij weet dat denk ik als de beste, hè? Ik weet dat hij een Duitse vriendin heeft. Maar dat is dan ook echt alles Duits wat hij wat erin zit. Voor. En heeft hij wel een betere exit, denk ik, met die Corvette. Het is wat ook de zachte band tegen de harde band. Dus zometeen zul je zien dat... En wie zit er op de harde band? Barry. Barry, ja. Kijk. Nou, dan moet hij hem zeker voorbij zetten.
Het is ook wel interessant om te kijken vanuit Edwin W. 2011. Want die gaat... touché. En die verliest hem. Die gaat er wel voorbij. Zo. Ik weet niet hoe die dit deed, maar dit was wel... Kan ik die nog terughalen? Een mooi momentje. Beide geen schade opgelopen. Nee, mijn replay... mijn bandrecorder stond niet aan. Sorry. Zilverpijlen gaat de pit in. Die heeft bumperklachten, problemen. Hey Don, als je meeluistert, hoe kom ik verder achterin het veld met de camera? Want tot zover de hulplijn. Zal ik even voor je meekijken op de achtergrond? Ja, de knopjes die ik moet indrukken, die zijn het niet. En Luke, die is... Dat is gewoon vanaf de Q tot en met de P. Oh, Q tot en met de P. Ah. Ja, dat is Q is nummertje... Gevonden. 11. Don, je bent niet meer nodig. En daar hebben we zilverpijlen. Jeetje, valt me toch wel een beetje tegen van hem. Ik schakel wel eens terug naar Paloma en Vlugman, want... Waar de twee vechten om een been, gaat Tim de Haan er mee heen. Hier moet je wat mee gaan doen, Rens. Ja, ik heb een tegelbedrijf. kan je tegeltjes... Nou, promote hem gelijk, Rens. Bij deze. Tegels voor aan de muur van Rens.nl. Is dat echt weer een bedrijf? Nee. Is dat weer Rotterdamse humor dit? Ja, sorry man. Rustig. Even kijken. En Paloma die trekt gelijk een gat van 1 seconde. Ja, je ziet toch ook dat Mr. Numaga ook gewoon wat we al voor de race al aangaven. Dat is toch wel een goede coureur ook hoor. Ja, ze hele stabiele rij. Hij heeft al 10 seconden weggereden op Paloma Blanca. Ja, en dat is goed nieuws trouwens voor morgen. Want morgen hebben we een team versus team op programma staan. Dus ja, daar nemen wij het op tegen Duitsland. Rij je ook mee, Rens? Nee. Ik hou me mooi terzijde. Ik heb de vorige TVT tegen Engeland gereden. En wij vinden het leuker als als de leden zelf de hele boel verslaan. Dus wij staan lekker aan de zijlijn. En daar gaan we van genieten, denk ik. Hoe het morgen, ik hoop Duitsland in de pan gehakt wordt. In de braadwoest gehakt wordt. Exact. En daar zit ook... die rijdt dan net weer niet mee. Tenminste, die zou wel meerijden, maar die heeft af moeten zeggen, volgens mij. Ik heb niet meegedaan met de kwalificatie. Nee? Nee. Maar goed, er komen er nog veel hoor. Er staat nog eentje tegen Engeland op het programma nog een keer. En nog een tegen Engeland. En dan zit er ook nog Finland in de leiding ergens. Dus kijk. We hebben nog genoeg op programma. De mannen zijn weer hard bezig achter de schermen. Ja, absoluut. Tijgertje gaat een aanval doen op Tsugi no Mai. Die heeft nou toch de slipstream te pakken. Gaat hij later inremmen of gaat hij toch afvangen? Hij wacht hem nog even af. Ik zit nu op de bumper bij Tim. Tim en Paloma. Kan je zien wat verbanden daaronder hangen allebei? Tim mooie en Paloma. Tim rijdt op de zacht en Paloma rijdt ook op de zacht. Alleen die van Paloma zijn toch behoorlijk versleten al hoor, Rens. Oké. Okay. Die van Rens zijn nog wel vrij... En ik zie een vrijspraak. Oh, kijk, een klein tikje van... Ja, weet je hoe dat komt? Weet je hoe dat komt? Kijk eens op de achterbumper van Paloma. We gaan even inschakelen. Die is natuurlijk gewoon compleet afgeleid. Ik weet niet of die stick in Brassers. En ik zie nog Tsjechisch casting.com. Ja, kijk. Ja. Tim was afgeleid. Ja. Maar goed, alles komt weer goed. Want hij heeft zijn eigen plek weer terug. Het is wel geniaal. Ja, ik vind het niet kunnen. Komt er dichtbij, hè, Rens? Ja. Ja, ik herkende dat logootje ergens van. Ik weet ook niet. Nou, geen idee waarvan, hè? Ik heb dat wel eens vaker gezien. Het
staat gebrand in mijn tv. Een soort van screensaver, net als Windows wat je vroeger had. Ja. Dan beginnen die jou gewoon met brassers. Ja, heel bijzonder. En een mooie 13 seconden voor Numago inmiddels. Zo, pittig. Ja, die heeft de gasten goed op zitten. En heb jij ook als je zegt, hey Siri op je telefoon, dat hij zegt, bedoelde u soms brassers? Of is dat nog niet zo erg? Nee, die heb ik uitstaan. Oké. We zitten inmiddels in ronde 13, Rens. Dus zijn we bijna. De tijd gereden, 1:59.2 door Mr. Numaga. Die natuurlijk zijn eigen race kan gaan rijden nu op dit moment. Ja, en Paloma die valt toch wel behoorlijk terug. Dus die krijgt zo Max weer in zijn nekkie. En zou Paloma nog 2 rondjes redden op deze banden? Ja, dat zou hij moeten kunnen redden. Maar ik ben wel bang dat hij er wel de tijd op gaat verliezen. Want voor is, zijn de beide banden nu over een kwart heen. En achter zit ook al op een kwart. Oké. En Max Verratti heeft daarentegen iets betere banden dan Paloma Blanca op dit moment. En die rijdt ook op softs dan? Beide op de softbanden. Ja. Okay. Eigenlijk de top 4 rijdt op de softbanden en Vluchtman begint op hard. Ja, die moest nog harder ronde. Die moest nog op hard. Dus die. Ja, die gaat er ook nog wel tijd mee verliezen, denk ik, ten opzichte van Braatwoest. Ja, ik hou dat een beetje zijn in de banden. Gaten, maar... Tot op heden rijdt Vluchtman toch nog weg met een harde band. Ja, ik zie ook dat Edwin en Edwin met elkaar in de clinch liggen. Ah ja, ja. Een halve seconde. Oeh. Verdedigde mooi aan de binnenkant. Die Jumbo-auto. Ja. Ja. Kan hij in principe niet zoveel... Het weer een betere exit. Ja, alleen je kan hier niet zoveel, denk ik. Ja. Nee, wordt lastig. Na deze bocht kun je een goede aanval in gaan zetten. Ik denk alleen dat Edwin heel laat gaat remmen. Edwin 1. Ja, kijk. Oeh, iets te laat. Nou ja, dat was gelijk het trucje, denk ik. Toch druk zetten en dan, daardoor in je spiegels de boel verliezen. Ik zie knarrig complimenten voor de presentatoren. Dat is mijn pa toevallig, dat weet ik. Dus dankjewel. Kijk. We geven het door, knarrig. Zit je vader ook bij DRE, of? Nou, hij heeft net sinds een paar weken Gran Turismo en een PlayStation. Daarvoor nog nooit gegamed, dus wat dat betreft, hij wil eerst rustig gaan zitten met mij af en toe in een lobby te rijden. Ja, laatst precies. Heeft hij een oefenrace gedaan met een paar jongens, met Tsugi geloof ik erbij. En mist nog wel een 8 seconden per rondje, maar dat komt goed. Maakt niet uit. We gaan ervoor. Oh, en Silverpijlen, die heeft zijn dagje niet volgens mij. Nee. Ik hoop dat hij morgen beter zijn best doet in zijn Corvette. Want dat is ook een van de rijders die... volgens mij de enige Divisie 2 rijder die meerijdt in de TVT vanmorgen. Ja. Ook wel verwachtingen dat die in de toekomst naar Divisie 1 gaan, vond ja, ik zomaar. Ja, dat is een snelle rijder, absoluut. Ik denk alleen dat de Lexus hem niet helemaal ligt. Goed, die is geboren en getrouwd in de WRX, denk ik. Al rijders over bekend op de achtergrond. Voor wat? Voor switchen die overstappen. Divisies. Ja, zeker. Er zijn er wel wat in zicht. Maar dat, ja, we zijn nog even. We moeten ook uiteindelijk gaan we ook de resultaten ernaast leggen en toch wel overleggen of ze willen of niet. Ook dat is natuurlijk belangrijk. Plezier ja. Gaat boven divisies rijden. Exact. Absoluut. Maar goed, van Zilverpijlen daar kunnen we bijna wel van op aan dat we die door gaan schuiven. Want dat als je elke race met 40 seconden voorsprong wint, dan ja, gaat de lol er bij jezelf ook een beetje af misschien. Ja, en die is ook nog recent van controle naar stuur gegaan, meen ik, hè? Ja, die heeft nog een tijdje struggle gehad met zijn stuurtje. Het begin van het seizoen eigenlijk. Maar ja, die heeft er nu wel te pakken, dus die, ja. Ja, super tof. Ik zie dat Braatworst... toch wel behoorlijk versleten banden heeft op dit moment, maar wel een aanval doet op Vluchtman. Ja, ik zie hem in één keer naar 1 seconde toe rijden. Ja, zeker. Ja, ze hebben nog 1 rondje, dus ik
Oh, ja, dit is de finale, want final lap. Ook Paloma Blanca doet een aanval op Max Verratti. Die zit op 0,2 op dit moment. Oh, dan gaan we daar even mee kijken. Die gaat een aanval doen op de P3. Oké, maar wiens banden zijn... maar volgens mij... Ze rijden Paloma bijna op dezelfde band. En die... nee, die is al reed al op de vierde plek. Oh, oké. Okay. Maar de banden van Paloma zijn toch wel meer versleten dan die van Max Verratti. Met name de rechter voorband. Ben ik erg benieuwd op wat voor rembalans de mannen en mannen hebben staan. Ja, meestal spelen ze daar een beetje mee volgens mij. Ja. Ja, rijdt nu toch al weg. Ja, Numaga die heeft een kat in het bakkie. Die gaat nu uitrijden richting zometeen nog twee bochten, drie bochten. En dan... 13 seconden voorsprong. Dat valt me eerlijk gezegd nog mee, maar... Tenminste, het valt me niet mee, maar... Als je ziet de verschillen die normaal in een, 10.000 race zijn, dan is 13 seconden nog redelijk oké. Okay. Ik zie dat Edwin W2011 nog een stukje te gaan heeft en zijn benzinemeter staat toch wel behoorlijk aan de lage kant nu. Dus die mag straks gaan duwen, denk ik. Nou, ik vermoed dat hij het nog net gaat redden. Zijn benzine is het laatst van de rest van de rijders. En gaat Braatwoest nog aan... Braatwoest gaat misschien wel een actietje... Nee, niet meer. Verliest hem op het rechte stuk bijna, volgens mij. Mr. Numaga, Chris, gefeliciteerd alvast. P1. Ja, Tim gefeliciteerd, Chris. Over de finish, P2. Max Verratti komt er nu aan op P3. Hallo, maar P4. Vlugman ook op het rechte stuk richting start-finish. Samen toch wel een hele spannende race, zo. Ja, was leuk. Dat jammer dat Max moest afhaken op een gegeven moment op P2 op het Mr. Numaga. Waren leuke battles. Ja. Wat meer van willen zien. Nou, we hebben nog een half uur te gaan, zo. Absoluut. Ja, dat is toch een Shimi en Barry een teleurstellende 11e plek. En Shimi richting start-finish, zilverpijlen achteraan. Gaat misschien nog een plekje goed maken bij Turtle. De buitenkant. Nou, dan ben ik toch wel heel benieuwd of hij dat gaat redden. Nee. Hele slechte exit. Hij gaat goed nog even de pitstraat in. Zilverpijlen die parkeert hem even in de pitstraat. En gaat daar ook finishen. Kijk. Sluit hem af in stijl. Patrick, ik ben je kwijt, maar we gaan gewoon door. Eens even kijken. Ga eens even een fotootje maken. We doen even een kleine pauze van 5 minuutjes. Top gereden, was een leuke race. Even kijken, Mr. Numaga is nummer 1. Op nummer 2 is geworden. Waar hebben we de uitslag? Tim LeCocq. En op nummer 3 Max Verratti. Ja, en dan gaan we de race even aanpassen, want de tijd is volgens mij anders. Oh, zal ik eerst even replay opslaan? Dat is misschien wel handig. En op het moment hebben we 20 kijkers, maar de chat is een beetje lauw, moet ik zeggen. Een beetje lauw. Rustig. Oh, not linked. Dit is helemaal kak. En toen...
We zijn even wat administratieve troep aan het doen. Kunnen we een mooi nieuw biertje pakken? Koelkast. Ah, kijk. Een Imperial Stout, als je het wil weten. Kijk, dat zijn de betere, heb ik gehoord. Ondertussen loop ik ook even naar mijn koelkast, want die komt nog niet naar mij toe lopen. Oh, dat is wel weer een beetje aan mijn walking kitchen. Zal ik op dit moment wel mijn zangkunsten laten horen aan de kijkers, denk ik? Dan loop ik snel naar beneden. Tot zo. Op dit moment aankomende zaterdagmorgen dus nog een TVT. De dinsdag volgende week hebben we nog een 7500 die gereden gaat worden. Ik heb ook nog wel weer spannend geworden. En daarna hebben we nog maar van de 10.000 en de 7500 nog één race in Catalonia, Spanje. En dat is tegelijk al de finale dag. Dus dan zitten de 10.000 en de 7500 er ook alweer op. Daarna gaan we ook nog krijgen dat een rally gereden gaat worden. En de Cup Race komt erbij. Ik ben erg benieuwd. Rijders hebben allemaal een keuze gekregen uit verschillende auto's waarop gestemd kan worden. En op dit moment staat de Mazda Roadster staat toch bovenaan. Ik weet niet wat daar voor de rest helemaal nog bij gaat komen. Ik meen gehoord te hebben dat er meerdere klassementen gereden gaan worden. Mocht het niet zo zijn, John, hou het ten goede. En maar dat Mazda Roadster gereden gaat worden, dat is toch wel zeker, denk ik. Leuke auto. Ja, ook een beetje bezig geweest met het pimpen van de Roadster. Want de Cup Race, dat is toch wel een klassement waar ik zelf wel oren naar heb. Dus ik ben erg benieuwd. Leuk. Nu start van de WTCC. Opgezet door Goblin, John. En benieuwd wat dat allemaal weer naar boven gaat brengen bij de rijders. Dat er andere rijders zijn die weer boven zich uit gaan steken omdat dit hun meer ligt. Andere rijders die misschien hier toch wat meer op de achtergrond gaan meerijden. Het is toch net even wat anders natuurlijk omdat de schades wat hoger staan. Turtle Racing zegt wat haat ik het gras. Ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. Desalniettemin prima gereden, Turtle. Misschien de 13e plek aankomende race. Prepareren, daar gaan we niet meer aan. Nu wordt de race wordt gereden op Suzuka en hierna, als ik het goed heb, wordt er gereden op Mount Panorama. Kan ook wel een hele interessante worden, want daar is de kwalificatie nog, misschien nog wel belangrijker dan dat het hier is. Omdat de baan toch wel wat stukken smaller is. En het inhalen daardoor wordt toch wel heel lastig. Dan worden je rijderskunsten, die moet je goed gaan tentoonstellen, want als je daar een muurtje raakt, dan heb je kans dat je toch wel weer wat secondes goed gaat verliezen. Zo, we zijn er weer. Ja, Rens, welkom terug. Ik zie een hele mooie foto van Brando in DRE Café voorbij komen. Ik vind toch dat je het niet wel eerst even moet zien voordat we een nieuwe race gaan starten zometeen. Ik ga eens even kijken. Waar zien we dat? Oh, een knappe kerel, Lorenz. Waar zien we dit?
DRE Café. Wat een baas. Het is zeker een baas, ja. Een metalhead. Ik zie Edwin ook al met zijn... Is dat Edwin met zijn helm op? Nee, dat zal niet Edwin zijn, toch? Mafkees. Boost staat nog aan. Ik ga, boys. Oh, Barry gaat er vandoor. En ik zie trouwens dat mijn teammaatje in Lobby B heeft gewonnen. Oh, meen je niet? Ja. Even kijken. Ivo, die is dus dan eerste is jouw Mikkertje jouw teammaatje. Ja. En tweede is Asterix. Ja, ik denk dat we de race ook zo weer gaan starten. Nou, ik moet zeggen, ik rijd met Paul in dezelfde divisie. En die jongen is zo ongelooflijk goed in het managen van banden. Dat is echt wel... Paultje? Ja, zeker. Ja, die rijdt nu gewoon op P2 in divisie of in lobby 2. Absoluut, ja. Dat vind ik... Verbaast me ook helemaal niks. Nee, hij heeft ook aardig wat tijd erin zitten, denk ik. Dus dat is mooi. Mika zie ik ook op P5 staan. Oké. Okay. Die toch de laatste race niet heel erg lekker gereden had, wat hij zelf al aangaf. Is dit toch wel weer een prima plekje in Lobby B. Maakt het helemaal goed, inderdaad. Ik zie dat mijn vader nogal wat schade in te halen heeft. Op P12. Ja. Ja, ze zien maar jullie rijden ook met z'n drieën. Maar jullie rijden met z'n drieën ook in het echt natuurlijk, hè? Op de openbare weg mogen wij ook rijden, ja. Het circuit, toch? ja, af en toe. Even kijken. Op het moment is het niet zo druk met het racen, maar... Volgend seizoen hopen we wel weer in te stappen met z'n allen. Ik ben wel benieuwd. Even kijken. Ik geloof dat iedereen de baan op is. Ja. Even kijken. Ik zie nog één iemand in de pitstraat. Kun je zien wie dat is? Of staat hier naast de pitstraat? Nee. Ze gaan er nu al uit zien. Nee, Paloma die loopt weer te klooien, anders. Een stuk aan typen zie ik. Reverse crit. Nee. Was geen reverse crit, toch? Nee, het was volgens mij uitslag van net, toch? Ja. Dus Paloma, dikke pech. Ja, die zag de pole position al in de buurt komen. Ik ga hem aanslingeren, denk ik. Als iedereen weg is. Maar ik zie alleen van één lobby nog maar de uitslag staan. Dus ik vraag me af waar die van de rest is. Heb ik de tijd? Ik kijk niet goed. Vast, trouwens. Ik ga even snel de tijd nakijken. We zijn zo'n goed georganiseerde club, dat is niet normaal. 16:30, Claudie. Kijk, ik zit natuurlijk weer helemaal fout. Die moet ik hebben. Rustig. Rustig. Grid based on previous race results. Zo, nou. We zijn er klaar voor. Speedbuster zegt, what the fuck, Brando. Ja, hij is mooi, hè, Speedbuster. Hij ziet er goed uit, die jongen. Oh, loopt hij nou vast? Bij mij niet. Ik zie iedereen in de pit staan. 5 man zie ik nu staan. Ik zie wel echt een enorme bug, volgens mij. Nee, volgens mij komt iedereen weg. Ik zie ook dat Barend aan het kijken is. Barend, welkom. Goedenavond.
Die baren, daar heb ik nog wel een zware kluif aan hoor, in divisie 3 op de 10.000. Ja, die gaat ook wel lekker geloof ik hè? Ja, ik sta op 1 en zometeen met een nieuwe uitslag gaat bekend worden wat de tussenstand tussen mij en Barend is, dus dat kan nog wel leuk worden. Dus je hebt hem nog niet in het zakje? Ook wel, wat zei je? Dus je hebt hem nog niet in het zakje zitten? Ik heb hem zeker nog niet in het zakje zitten. Ah. Mijn laatste races zijn toch niet zo... ja, toch wel elke keer in de top 5, maar... dag Hoornepoorn, hij zegt dag schatje tegen me. Ja, welkom jongen. Ik ga hem starten. Oh. Ik ben er klaar voor. Ik hoop dat ik alle settings in orde heb. Vast wel. Nog één laatste controle. Helemaal mooi. Zo is natuur. Race start. Oké. Okay. Nou, gaan dus, we jij moet je nog even breed gaan maken in. Wat krijgen we voor baantje nu dan? 10? Bij de 10.000? Barcelona of wat is het? Barcelona nog, ja, klopt inderdaad. Ligt hier een beetje of is dat. Ja, ik heb hem nog niet echt gereden. Ik speel ook nog niet zo heel lang Gran Turismo, dus ik ben benieuwd. Welke baan is voor jou vers? Wat mijn favoriete banen zijn? Ja, ben ik ook benieuwd naar. Zeker Mount Panorama. Ja, dat is een vette. Dragon Trail is toch ook wel een van mijn favoriete... nu inmiddels. Met de Chicane of Death. Exact, de Kurwa bochten waren het toch? En ik zit weer, ja precies, ik zit weer bovenop de motorkap van Numaga. En heeft uiteraard weer een excellent start. Ja, die Corvettes, dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Ja, hetzelfde als met die Dodges, die willen ook wel. Ja, er zitten er hier geen één in het veld volgens mij, in Dodge of wel? Ja, zeker wel. Dat is even zoeken naar de Dodge. Of was dat Barry die er nou net vandoor is gegaan, denk ik dan? Ik zie geen Dodge ja, meer in nee, het Barry veld. Had een Mustang en die zit er nog gewoon in. Ah, volgens mij hebben we geen Dodges hier zo. Nee, we hebben geen Dodges hier, nee inderdaad. Jij hebt gelijk. En er gebeurt wel het een en ander erachterin bij Edwin. Weer. De top 6 rijdt allemaal met de harde band en dan heb je op... Oh, Edwin ging bijna weer dwars. Hessie 50, goedenavond heren. Goedenavond Hessie 50. Goedenavond Hessie. Oh, en een beetje krap in de bocht met z'n allen, maar... Tijgertje gaat te wijd. Houdt hem nog netjes. Ik zie wat pionnen vliegen. En ik zie Jimmy en ja, Edwin ook behoorlijk die, aan het battelen. Ja, Geest staat er bekend omdat hij zijn plekje niet zomaar afgeeft. Nee, ja, dat is goede eigenschap. Absoluut, zeker. Gaat. En het tijgertje die loopt een beetje te klooien anders volgens mij met zijn... Met zijn alles. En ik zie dat we ook een Sidderaal hebben. Volgens mij is dat... Goedenavond, Sidderaal. Is dat niet Vincent of iets? Al die bijnamen, jongens. Oh, en de G is gewoon voorbij aan... Edwin, ik zit even te pitten en het gaat helemaal fout hier, zie ik. Ik zag iemand van de baan afgaan. Kijk, Jimmy gaat ook Maxerati voorbij. Die was op... Jazeker, zegt Sidderaal. Vincent Sidderaal. Stridda. Coureur is Vincent Sidderaal? Is dat Stridda? Stridda. Geloof ik. Is dat nou ook een mede geboren Alkmaarder, geloof ik? Hé, hey, er gaat iemand van de baan. Oh. Mr. Numaga is van de baan. Jeetje, gek jongen, aan het lopen. Wat doe je? We zitten te lullen en ik ga snel terug. En hij krijgt ook gelijk een tik van Tijgertje. Dus hij heeft gelijk op de achterkant heeft hij schade. Dit kan er wel. Zijn uitslag en zijn rechterachterband ook. Ja, en hij zit nog steeds in de rumoer. Hessie 50. Ja, maar Maxerati staat ook achteraan, Patrick. Ik denk dat die samen een knuffeltje hebben gedaan. Even kijken... Edwin heeft ook problemen op zijn bumper. Er is een hoop fout gegaan, zie ik. Dat mag je zeggen, ja. Maar dat maakt het leuk vooraan, want daar hebben we Paloma Braadwoest, Edwin Dere en Vlugman. En Shimi en Timmy. Kijk.
Ja, dan zit het toch aardig. Goh, en het gaat helemaal fout in die chicane. Oh, oh, Edwin. Ik denk dat Tijgertje en Edwin een kleine touché hebben gehad, dus die wacht netjes op hem. Kijk, zo lief dat zijn we voor elkaar bij DRE. Zo is dat. Zie dat mijn zoon niet meedoet, Brekkendeer. Nee, dat klopt inderdaad. Die doet niet mee in deze lobby. Ik weet niet hoe dat in de andere lobby zit. Volgens mij heb ik hem ook niet voorbij zien komen. Volgens mij is hij niet ingedeeld. En Brian RB303 ook niet, meen ik uit mijn hoofd. Ik heb die namen niet voorbij zien komen in de inschrijving. Of tenminste niet in de aanmeldlijst. Ik ben benieuwd wat Mr. nu maken. Oeh, die gaat gelijk naar. Oh, oh. Dat gaat echt maar net goed met Barry. Ja, Barry laat hem gewoon staan. Maar gaat. Oh, ja. En hij krijgt een penalty nu maken. Dus die zal die in moeten gaan pakken nu. En dat gaat hem dus denk ik zo 2-3 plekken kosten. 1. En zo zie je maar weer dat je net op P1 goed weg aan het lopen bent. En door de schades die je oploopt, dat het in één keer heel anders kan zijn nu. En ondertussen rijdt Paloma gewoon vrolijk weg. Ja, de achterbraadworst, beide op de harde band. En Edwin staat ook op de harde band? Edwin rijdt op de normale band. Oké. Dan gaat hij denk ik de strategie omdraaien die hij net heeft gedaan. Want toen startte hij op hard volgens mij en ging hij daarna op normaal. Ja. Hij gaat ook een aanval doen op Braadhoes, zo te zien. Ja, die laat niet echt zien dat hij heel sterk is op de harde band, Braadhoes. Oh. Nee, die is erg aan het glijden. Je gaat hem denk ik hier voorbij prikken. Ik ga even achter in het veld meekijken. Is het vanaf Mr. Numaga tot en met Barry toch ook wel heel dicht op elkaar, hoor. Met z'n vieren door de bocht heen nu. Ja, en daarvoor zitten dus Luke en Tim en G zitten op elkaar. Zit wel een druk raceje. Edwin zit in de pits. Die gaat toch zijn voorbumper laten maken, zo te zien. Ben ik benieuwd hoe Numaga zich hier doorheen gaat worstelen. Is die al naar binnen geweest inmiddels? Numaga? Nee, zeker niet. Dus die rijdt rond met schade? Die rijdt rond met schade op zijn achterbumper. Ja, dat gaat hem toch en tijd kosten. En zo te zien laat Edwin 2011 denk ik zijn auto staan. Ja, is hij er klaar mee? Dat ziet er wel naar uit, ja. Die staat toch wel behoorlijk lang in de pitstop. Pitstraat. Stolpstraat. Pitstrop. Pitstrop. Even kijken wat we aan het doen zijn hier. Hier hebben we Edwin en Braadhoest weer. Ja, eigenlijk zou Edwin hem voorbij moeten gaan, want anders is hij zijn banden aan het verspelen. Het is ook weer opvallend dat weer bij Jimmy toch die rijdt op de zachte band, maar de banden toch weer behoorlijk snel slijten. Ja, ik denk dat hij enorm aan het pushen is. Ik hoor ja. ook behoorlijk gepiep bij de bochten die hij neemt. Ja, en Edwin wordt toch echt aanzienlijk opgehouden hier door Brad. Loma Branca die rijdt nu richting de 5 seconden weg van Braadhoest. Ja, toch dat netjes. Dat is het voordeel van het verdedigen wat Braadhoest op dit moment moet doen. Ja, daar verliest hij aanzienlijke seconden mee. En ik denk dat Edwin hem hier zo ergens in de buurt voorbij wil gaan prikken. Al blijft dit toch een lastig puntje, hebben we net gezien. Als die hier goed. Oh, ja, dit is het begin van een aanval, vrees ik. Klein beetje onderstuur, of wat is het overstuur van hem? Ja, kaaskop 1, zegt Sidderijl. Jij bent goed bezig, Vincent. Wij zijn dikke vrienden bij deze. Sorry, je viel even weg. Ik viel even weg. Ik zei dat ik dikke vrienden ben met Vincent, want hij is ook een kaaskop. En ik ook. Jullie hebben een kaaskop. We hebben een kaashasses. Ah. En Edwin, die zit er maar te druk, hoor. Op één, ja. Die moeten we nu toch echt voorbij gaan zetten, want anders is die zijn band, ja, gaat zijn strategie niet helemaal op, denk ik. Nee, daar ben ik bang voor. Kom op, Edwin. Zet hem maar langs.
Nee, weer niet. Verliest wel met de... Ja, en daarachter zit al... alles zit op een halve seconde, jongens. Ik weet niet waar ik kijken moet. Ik kijk ondertussen achterin het veld mee met Turtle, die nu op 3,8, nu 4 seconden achter op zilverpijlen. Die heeft toch ook zijn race niet hoor, Rens? Zilverpijlen? Nee, Turtle. Oh. Zilverpijlen, die ziet nog wel twee auto's voor hem rijden, Tijgertje en Tsugi. En hij rijdt op de harde band, maar die andere mannen daarvoor ook op de harde band. Ja, en Mr. Numaka, die verliest ook. Ja, hij is inmiddels wel voorbij aan die andere jongens, maar het loopt niet echt in, heb ik het idee. En wat ook opvallend is, Rens, is dat eigenlijk de nummer 1 tot en met de nummer 5 geen enkele Lexus in rijdt. Die rijden allemaal achterin mee. Of dat nou de auto is, de baan. Het is wel opvallend, hoor. Ja, Max is de eerste Lexus dan, denk ik, of niet? Ja. Ja, Max is de eerste Lexus, ja, klopt. Ja, die Corvette is gewoon bloedjesnel. En ik zie dat Edwin er voorbij is en braadwoest. Terwijl wij meekijken met Barry en Tim. Oh, dat gaat... Ja, die dat ik uitkomen... Nou, braadwoest is er weer voorbij. Ach. Later in... Nee, hij vliegt het op en verremt zich, ja. Zonde. Het is zo verleidelijk, kom niet eens meer uit mijn woord. Verleidelijk om de bocht te nemen. Neem er nog een drie keer. Het is ook echt een klote bocht hoor. Als je daar onder druk staat, dan dan verrem je heel snel. Ja, Max Raat is zo langzaam aan het aandringen bij Tim. Toch weet jij dat als de beste, Rens. Ja, jullie rijden zelf op circuit. Hoe 1-op-1 is het met Gran Turismo? Dat is ook voor de kijkers misschien wel leuk om te horen hoe dat is. Ja, hoe 1-op-1 is het? De techniek is wel vergelijkbaar qua sturen en dat soort dingen. Alleen de beleving is echt compleet anders. Ja, absoluut. Absoluut. Maar kan je dit ook zien als een training? Jawel, zeker wel. Hoe je bochten aansnijdt en meestal als we racen, dan gaan we altijd eerst nog, doe ik altijd nog even een rondje Assetto Corsa op Zandvoort. Ja. Yeah. Om toch even die bochten een beetje beter te leren en aan te snijden. Ja, dat scheelt wel aanzienlijk hoor. En dat doe je dan op? Wat zeg je? Welk spel? Welk ja, Assetto Corsa zit Zandvoort, Corsa. Sorry, Zandvoort op. Ja, maar de hele beleving is echt compleet anders. Ja, dat geloof ik wel, ja. Want waar ik in Gran Turismo nogal redelijk bij Bratwurst in de buurt kom op het circuit... Is hij toch een stukje beter? Ja, is die een stuk sneller. En dat kan aan mij liggen of aan hem, dat weet ik niet. Dat laten we in het midden. Ja, precies. Ja, en hier hebben we zilverpijlen die nu een beetje aan begint te dringen bij Tijgert. Kijk, denk vier man bij elkaar. Dit is leuk om te zien vanuit Team Lecoq. Volgens mij zijn er wat pitstops geweest. Ze vieren door een bocht. Dit kan interessant worden. Team Lecoq, als je deze nu goed aansnijdt. Ja, dat is er in ieder geval al steen. Zilverpijlen tikt hem aan. Die heeft schade, dan valt het mee. Zilverpijlen, nee, geen schade. Wat wel opvallend is dat Team Lecoq op de zachte band rijdt en de twee mannen voor hem op de harde band. Dus hij wordt flink opgehouden. En Tijgertje die moet nu de pits ingaan, want zijn tank die is bijna bij de E van MP. Dus dat... Oké. En Paloma komt nu naar binnen. En Tim gaat denk ik een aanvalletje doen bij Shimi, maar dat zal ook wel moeten. Want als die op harde banden rijdt en hij heeft soft... Ja, dan moet je hem erbij zetten, anders verziek je heel je stint in principe. Absoluut. Zilverpijlen zal ook nu de pit zo meteen gaan pakken, gok ik zomaar. Kijk even een paar zilverpijlen mee. Die heeft ook vier auto's voor zich. Ja, die gaat naar binnen. Dus die zal de zachte band gaan pakken, vermoed ik. Vlugman is ook naar binnen. Die gaat eruit. Wat zeg je? Vlugman rijdt op de harde band nu. Ah. En Braadwoest, die gaan drie wijd door de eerste bocht heen. En pakt daardoor van... P7 pakt die P5. Die gaat nu op Vlugman af. En die rijdt op zijn harde band, denk ik. Je zei harde band, toch? Vlugman, die rijdt op de harde band, ja.
Max Ratti, zijn tank is ook bijna leeg, dus hij zal toch echt snel de pits in moeten zometeen. Maar die moet nog een behoorlijk stukje, dus die zal aan het leanen zijn, vermoed ik. En Edwin, die rijdt ook op de harde, of die moet dan binnen misschien? Oh, die rijdt op de harde band, maar die heeft wel nog drie kwart tanker in zitten. Oké. En die wordt nu voorbijgezet door Paloma. Ja. En ze gaan weer met de twee wijd richting de... Ja, Joost nog weet hoe die bocht heet, maar... Ik noem hem de Albert Verlinde-bocht. De Albert Verlinde-bocht, juist. Ik kon niet op de naam komen. Dat is degene die je zocht. Ja, in Japan staat hij er ook bekend om. Ja, absoluut. De lange slinger. Dit is toch wel een spannend gevechtje tussen twee BMW's en een Mercedes. Ja, Tim die nu een menu naast gaat zetten. En die gaat hem zo meteen voorbij, maar dan is het bij de volgende bocht wel spannend wat daar gaat uitkomen. Nu is de vraag wie de grootste balletjes heeft. En Tim laat hem toch iets teruglopen. En Maserati is helemaal leeg. Die zit op 0% van zijn brandstof. Ja, dat klopt. Dus die moet hem aardig volgooien. En dan zie je dat nu in één keer. Dan ben ik toch benieuwd waar die... Ja, op 1,5 seconde op van Edwin. En Max komt terug op een derde positie. Maar die heeft gelijk 3-4 jongens in zijn nekkie. Ik ben toch wel benieuwd wat er met Edwin 2011 is gebeurd. Ja, ik denk dat hij hier toch flink over de zeik is van zijn spinnetje. Want de afgelopen 10.000 race was hij er ook mee gestopt helaas, halverwege. Ik krijg een appje binnen van mijn moeder, de Albert Verlinde-bocht met een lachend poppetje. Dus die zat in de partij blijkbaar. Dag moeders, welkom. Ik krijg een appje van Albert Verlinde. Ja. De groeten. Ah, kijk. De groeten. Zoek het uit. Ronde 8. Nog 7 rondes te gaan. Eigenlijk 8. Ben jij van plan over 2 weken mee te doen, Rens? Nou, eigenlijk bevalt het me wel hier zitten. Ja? Ja. En jij? Race af? Ja, ik had wel het idee om mee te rijden. Ik heb mij helemaal niet aangegeven. Dus, jij hebt nog... Nee, precies. Ik had het eigenlijk gedaan met het idee om iets meer op het thuisfront wat meer dingen te kunnen doen. Maar nu zit ik toch nog hier. Ik val me wel. Gek aan het lopen. Hé, waarom zit mijn muis in beeld? Hoe is dat? Ja, eigenlijk wil ik Mount Panorama wel meerijden, maar ik geloof dat wij gebombardeerd zijn tot commentator. Maar we gaan het zien. Ik heb geen idee wat de plannen zijn. Misschien moeten we dat ook aan het publiek overlaten, want anders... Ja, precies. Nou, we hebben op dit moment toch nog 13 kijkers. Dus, kijk. Waaronder Albert Verlinde, je moeder, je vader... Nee, ik mag hopen dat die samen onder één account kijken. Je weet het nooit. Sorry, de regie is even zijn knopjes kwijt, maar we zijn er weer. Ja, Paloma die neemt flink afstand van de rest, met 7 seconden. Edwin daarentegen, die zakt aardig terug richting Maserati. Het verschil is ook de banden, hè? Compound. Paloma die rijdt op de zacht en Edwin rijdt op de hard. Maar Edwin heeft daarentegen ook nog maar een kwart tank erin zitten. Dus ik ben benieuwd hoe hij dat wil gaan uitspelen. Oké. In vergelijking met Paloma Blanca die... Nog een volle tank heeft. Ja, nou nee, op zeker wel een 60% zit. Maar die gaat het nog wel redden dan inderdaad. Want het zou 60% zijn nog wel een 6 meters. Ja. Die gaat hem sowieso uitrijden, ja. Maar goed, Edwin Edwin staat wel bekend om zijn alternatieve strategieën. Die vaak ook wel redelijk goed uitwerken. Dus... Ja. Al heb ik daar nu wel mijn twijfels bij. Mm.
ik vermoed ook dat dat nu niet ten goede gaat komen. Tenminste, een top 3 wordt moeilijk, denk ik. Max Verratti zit nu ook op een half tank. Oeh, daar gaat Schimmy. En we gaan Schimmy. Oeh. Ja, die is hem helemaal kwijt. Die gaat van P9 naar P11, 12. Oh, zonde. En heeft die Marcel Turton nog op 13 seconden, op 23 seconden daarachter op P13 staat. En Barry die... Oh, en Barry die gaat er ook vanaf. Die heeft een pionnetje bij. Ja, ja, ja. Die heeft ook zijn dag niet, heb ik het idee. Nee, dat is toch ook altijd wel een van de stabielere rijders, inderdaad. Maar goed, ik ben een controller. Ik doe het ze absoluut niet na. Nee, ik heb het laatst eens een keer gedaan met de controller en dan nog schakelen erbij. Dat zou helemaal geen doen. Dus ik weet, weet niet of hij automatisch rijdt. Nee, die rijden allemaal een schakelbak, ja. Evengoed wel, ja. Met de controller. Oh, ja. Dat vind ik... Petje af, mannen. En ik zie hier een aanval van Tim LeCocq op Edwin nu op dit moment. 0,1 ertussen. En daar gaat Tim Edwin toch voorbij. Ja, is hem voorbij. Maar nu, nee, is hem inderdaad kwijt. En Edwin zou toch, denk ik, nog moeten gaan pitten. Dus die gaat nog wel wat plekjes verliezen. Dat betekent dat hij nog wat plekjes gaat verliezen. Oh, Bradus gaat heel erg wijd en die heeft daar Numaga weer in zijn nek. Die toch weer mooi terug is gekropen van P12 inmiddels. Absoluut. En de Albert Verlinde bocht hier. Oh. Zilverpijler die een aanval gaat doen op Tsugi. Van P10 op 9 zit nu in zijn anderhalf seconde inmiddels tussen. Ik geloof dat iemand ons weg wil hebben op de chat. Die heeft liever onverstaanbare Brabantse stemmen dan die van ons. Ik weet niet wie dat zegt. Dat krijg ik niet in beeld. Ben de drankorgels gewend. Waar zijn die? Waar zie jij dat staan dan, hè? Nee, dat maak ik ervan. Nee, die zijn morgen weer aan de beurt. Morgen zijn Don en Dennis weer aan het woord. Die moeten hun stem sparen om straks al die Duitse woorden uit te kunnen spreken. Het carnavalsduo. En hier hebben we Bratwurst, die denk ik Edwin ook nog voorbij gaat stieren hier. Ja, zit er al naast? Ja. Dat was een makkelijke. Ja, dan zal het niet heel lang duren voordat Christen ook nog voorbij gaat. Die toch ook al met een inhaalslagje bezig is, hè? Ja, van P... Nou ja, wat lag die? P12, denk ik? Zeker, ja. In led 5 reed hij 2 minuten 27, dus daar is het touché geweest. En daarna reed hij gelijk ook een 1 minuut 57. Oké. Okay. Dus dat was een rappe tijd. Maar dat is met penalty geweest waarschijnlijk, want hij staat niet als snelste tijd. Hij staat 1 minuut 59.4. En Numaga is er weer in de Albert Verlinde bocht. Gaat hij er voorbij? Nee. Laat hem nog staan. Maar goed, met een goede exit... Met een goede exit ja, kan hij er toch nog voorbij. Dat was een makkelijke, denk ik. Nou, toch ook, maar Edwin moet nu naar binnen. Want zijn benzinemeter begint te knipperen. Kijk. Ja, dus ik denk dat hij er ook wel genoegen mee neemt dat Christen ja, toch voorbij is gegaan. Precies. Nu. Dan kan je verdedigen wat je wil, maar daar schiet je uiteindelijk helemaal niks mee op. Ook Turtles en banden beginnen ook wel behoorlijk te slijten op dit moment. En Edwin zit toch in de slipstream van Numaga. Moet wel aanzienlijk eerder van zijn gas af voor die snelle klik. Ja, dan zal hij nu de pitstop in gaan maken. En van de harde band gaan naar de zachte, vermoed ik. Ja, of hij laat die banden eronder zitten en dan gaat gewoon nog even verder met een klein beetje peut, maar... Nee, hij wisselt toch zijn banden. Dan ben ik benieuwd wat hij eronder gaat zetten. En Vlugman die gaat ook nog naar binnen. Ja. Die gaat alleen banden wisselen en weer door. Ah.
En Edwin is ook gegaan op de zachte band met de achtervluchtman nu met de zachte band. En ik zie daar, die we de hele race nog niet zoveel hebben gezien, is het tijgertje die aansluiting vindt hier. Kan je zien op wat voor banden die... Tijgertje rijdt op de zachte banden die nu beide voor op een kwart zitten. Okay. En achter ongeveer op een 15% vermoed ik. Ongeveer. Die zou ook nog wel door kunnen. Ja, die kan hem uitrijden. Dat die rijdt volgens mij ook met een controller. Heeft wel een stuurtje, maar die raakt hem volgens mij liever niet aan. Een zilverpijlen, die doet deze heat een stuk beter dan de vorige. Waar die vorige heat anderhalve minuut achterstand had, zit hij nu maar op. Wat is het? 35 seconden, dus dat valt alleszins nog wel mee. Gaat hij mooi door de Albert Verlindebocht heen. Goede exit. Komt wijd uit. Ja, ja, komt wijd uit de Albert Verlindebocht. Nu ook een aanval van Mr. Numaka op Braadhoest, die op 0,3 zit. Op het rechte stuk. Ik ben benieuwd hoe die de volgende bocht gaat nemen. Ja, die gaat wel een prikje wagen, denk ik. Ik vermoed het ook wel. We hebben nog maar 3 rondes te gaan. Kom op, jongens. En qua banden zitten ze hetzelfde of... Die van Braadhoest zijn ietsje minder. Braadhoest maakt er recht voor. Ja, en hier is hij hem voorbij. Een dure fout. En ging bang iets dat hij die ook niet meer terug gaat vinden. Gelijk zijn slipstream pakken, dat doet hij goed. Ja, je komt gelijk, maar... Ho! Oh, tikkie in zijn nek. Oeh, tikkie. Nou ja, beide komen ze er goed vanaf, niks aan de hand. Ja, Chris voorbij komen is ook nog wel een dingetje trouwens hoor, die kan heel goed verdedigen. Ja, die hield hem ook mooi staande zo, zijn auto, ondanks de touché. We verder nog wat actie op de baan. Ik kijk achter in het veld P. Daar staat nu Shim, die staat op P13. Die wel aan het inlopen is op Turtle. Maar voor de rest zit overal toch wel zo'n 4 en 5 seconden tussen, Rens. Ja. Alleen Tijgertje 1,2 op zilverpijlen nu. Dus die rijdt daar wel naartoe. Zit nou op 1 seconde. En 0,9. Okay, dus dat is wel een aanvalletje misschien. Ja, hij zit nou op 0,8. En ik zie toch ook wel dat Braadhoest en... Nee, dat is, het zijn nogal flinke gaten. Ja, een tijgertje zit nu die achter op 0,2. Ja, ja. Zilverpijlen die mooi in de verdediging gaat. Kruist hem mooi naar binnen, tijgertje. En dan ben ik toch benieuwd wie de betere exit heeft. En dat is uiteindelijk Zilverpijlen. Zit hier aan de binnenkant. Gelijk slipstrip. Slipstream meepakken. Ja. Ik weet niet of dat een hele handige lijn was van Tijgertje, maar... Uiteindelijk hier werpt het zijn vrucht af. Wel. Ja, heel vrij. Ja, ik was weggedaan. Dit was een mooie. Oh, hij wordt aangeduwd. Klein tikje in zijn nek. Nou, haal er je voordeel uit. Dat is een hele mooie actie. Het is ook wel een fraaie livery, moet ik zeggen, of het eigenje. Mooi roze met zwart. Ja, dat is een mooi ding. Af en toe een vlekkie. Oh, er zijn pijlen die een beetje gluren. Ja, normaal rijdt Tijgertje alleen maar... Oh, zilverpijlen gaan naar binnen. Normaal rijdt Tijgertje alleen maar met een Ferrari, dus... En wat is jouw favoriete auto, Rens? Heb jij ook een voorkeur? Nee, ik... Vorig seizoen met ik verwacht een Mercedes, hè? Maar... Nee, ja, ik heb vorig seizoen met een Corvette gereden. Ik vind die Mercedes wel heel fijn, maar dat is meer omdat het echt gewoon een snelle auto is. Ja, verder... Nee, ik heb niet echt een voorkeur. Ja, ik merk in de 10.000 ook dat ik een zware kluif heb en badgas. Die rijdt ook met een Mercedes. Het zijn toch wel stabiele auto's, hoor. Op eigenlijk alle banen wel, heb ik het idee. Ja, klopt. Ja, dat is wel een van de betere auto's in Gran Turismo. Ja, en in andere klasses vind ik die Mazda Touring toch wel echt fantastisch. Ja, precies. En jij blijft bij de Viper of
toch nee, niet? Nee. Ik heb de WMS gereden met de Subaru WRX. Oh, ja. En dat vond ik toch wel een heerlijke auto om mee te rijden, hoor. Ik heb ook met de WRX gereden en WMS. Hele fijne auto. Inmiddels een aanval van Vlugman op Edwin. Ik zit op 0,1, 0,2. Oh, verkeerde knop. Kijk, deze. En daar gaan we zo meteen de laatste ronde in. Paloma Blanca gaat nu over de start-finish. Die hebben we niet zo heel veel in beeld gehad. Die rijdt ruim voor, hè? 5 seconden voor op Maserati. Vlugman een actie. Ja, daardoor Edwin gaat wat wijd. Ja. Jongens, pas op. Slechte gaat regie. Goed. Oh, hij zet hem wel weer klasse voor, hoor. Ja, Edwin. Hij pakt hem gewoon terug. Jongen, dit was zo mooi, hè? Oh, gaat iets te veel vroeg op zijn gras. En daardoor is Loeken weer kwijt. Ja, zonde. De schade valt mee. Als hij hem binnen de perk kan houden nu. Je pakt de slipstream weer, dus dan loopt hij weer een beetje in. Ja, dan ben ik wel benieuwd of hij nog een actie eruit kan trekken zo. Want dit is de zachte band ten opzichte van de harde? Vlugman, die heeft de zachte band. Edwin ook de zachte band. Oh. Beide. Alleen die van Edwin zijn iets meer versleten, maar dat is heel nieuw hoor. Dus het zal vrij gelijkwaardig zijn op dit moment. Beide met de BMW ook. Ja, dat gat wordt niet echt kleiner, dus... Nee, en daarachter rijdt toch iedereen wel met 6 seconden, 15 seconden. Tsugi en Zilverpijlen op 2 seconden. Oh, Zilverpijlen die raakt hem kwijt. Oh, ja, jee. Dan gaat Tsugi er nog voorbij nu. Ik zou graag de replay kunnen laten zien, maar dat doet het niet helaas. Nee, pak je nou, Tsugi, gewoon nummer 9. Ja, niet slecht. Niet, zeker niet slecht. En Paloma die zit in de laatste ronde. En Edwin, ja, Luke die rijdt toch wel naar Edwin toe. Maar ik ben bang dat hij maar één kans krijgt. Ja, dat zou hij hier nu op het rechte stuk toch echt wel in moeten gaan lopen. Ja, loopt hij terug naar 3, 2. We gaan even op de klep meekijken. Ja, hij zou het gaan proberen, denk ik. Hij doet het niet. Nou, misschien... Nee, dit uitremmen hier, dat wordt een... Dat gaat hem niet meer lukken. Edwin gaat wel in de verdedigende lijn. Dan kan hij nog een mooie exit eruit knopen, maar... Nee. Nee, dat gaat hij niet meer redden. Zonde. Goed gereden, goed verdedigd. Absoluut. Door Edwin. Ja. Leuk race. Gefeliciteerd, Paloma Blanca. Kijk jij overwinning. Ja, van harte. Tijgertje op P8. Zilverpijlen op een P10. En wat hebben we dan verder nog? Barry, die zit op... Oh, die wordt nog bijna ingehaald. Nou, die wordt nog ingehaald door G bijna. Ja, nee, bijna niet. Wel bijna. Nee. Ja, dat gaat hem... Ja. Oh, zonde Barry. Dan moet je hier toch iets te veel naar buiten drijven. Dat is ook wel weer de klasse die Shimi heeft natuurlijk. Hè? Ja, absoluut. Oh. Nee, Barry heeft zijn dag niet. Maar goed, Shimi op een P11, netjes. Absoluut. En Turtle op P13. En dan hebben we Edwin als laatste. Maar die zijn nog zijn banden aan het omwisselen. Ik denk dat ze een schroefje kwijt zijn. Ik ben benieuwd naar wat voor banden die schroefje kwijt zijn. Wat voor banden die overgaan. Ja, fietsbanden zou ik denken. Duurt allemaal wat langer. Ja, was er een mooie race. Twee leuke races. Zeker mooie races. Dat is toch wel een stuk spannender dan een uurtje alles bij elkaar. Daar ben ik ook wel benieuwd eigenlijk naar de vorige uitslag waar Paloma Blanca nou precies geëindigd. Dus wat het verschil daarmee is met Mr. Numaga. Zal ik eens even gluren. En ik zie dat mijn teammaatje wederom eerste is geworden. Potverdorie. Ja, je hoeft helemaal niet meer mee te rijden, Lens. Nee, ik... Doe gewoon een spek en bonen mee. Op P2 in lobby B is Richard Poe. Die reed de kwalificatie mee in deze race. Of in deze lobby. Dus die heeft zich mooi naar voren gewerkt. Edje op 3. Badgasten op 4. Ook niet verkeerd. Nee, die heb ook wel stuurskunsten. Theo kan en Robbie op 5 en 6. Ook gaaf. Daarna Old Fatih op nummer 7.
Mika erachter. Paultje op P9. Heeft toch iets minder dan. En Briandon, Rob Schoens en de Bultjes. Kijk. Toch goed ook werk, ongelooflijk hoe Robby dan toch nog weer bovenin weer een beetje mee kan rijden. Hè? Ja, die kan ook een partijtje sturen. Ongelooflijk. Die gaat alleen maar harder rijden, heb ik het idee. Nou. Ja, en Tim, hier een P3. Goed om te zien. En die rijdt in de 10.000 met de Mazda. Dus ik heb ook het idee dat dat niet helemaal uit de verf komt met Tim. Die Mazda en Tim samen. Dus wellicht wordt het een BMW volgend seizoen voor hem. Ja, als het hem ligt, waarom niet? En ik zie dat Vincent Stridder volgende race ook weer meerijdt. Dus dat wordt dan Mount Panorama. Ja, dat wordt wel een festijntje, denk ik. Is het donker ook? Nou, daar mag ik hopen van niet met schade aan, want dan gaat het niet helemaal goed. We hebben wel een leuk stream om te doen, Rens. Ja, sorry. Absoluut. Eens even kijken. Dankjewel, Turtle. Goed om te horen. Mogen we blijven? We mogen blijven, hoor ik. Volgende commentatoren zijn bekend. Superstream, zat alles in. Nou, dat is goed om te horen. Dat ondanks het oponthoud. Ja, hoe lang hebben we erover gedaan? Nou ja, weet je, dit was zijn eerste setup met die nieuwe kwalificatie. Dus wat dat betreft valt het me nog mee. Want ik was bang voor een uur lang bugs. Ja, precies. Ja, valt me mee. Dus wat dat betreft 3 uurtjes bezig geweest. Droge bek van gekregen. Dion zegt ook, gebeurde genoeg, top om te kijken. Ja, ook goed om te horen, zeker. Was ook leuk. Ja, jammer dat bij de tweede race wel veel 4 tot 5 tot soms 6 seconden verschil tussen de rijders zat. Maar desalniettemin leuke dingen gezien. Ja, zeker. Goeie gevechten. Ja, en mooi om te zien dat er toch gewoon divisie 2 rijders in hun weg kunnen vinden hier. Dat is een Tsugi Nomai en een Shimi die toch gewoon lekker aan het zich goed mengde tussen de hele snelle mannen. Ben jij ook nog van plan om de Cup races te gaan rijden, Ren, zo meteen? Die hoop ik wel mee te rijden. Oh, dat is natuurlijk zo meteen om en om. Cup races. Ja, en ja, die Cup races wil ik toch wel ook instappen. En dan geef ik deze denk ik op. Ja, ik vind het toch wel mooi als je gelijkwaardige auto's hebt. Net als met de NASCAR. Absoluut. NASCAR was ook fantastisch. Wat dat betreft de mannen van de crew allemaal complimenten voor het opzetten van deze leuke competities allemaal. Ja, volgens mij is het ook wel aardig geslaagd, dat weten ze sowieso. Ik hoop dat de andere lobby's ook goed verlopen zijn. Ja, ik denk dat dit voor lobby A absoluut een succes is. Dus dat denk ik ook wel. Ja, we gaan dat evalueren. Moeten we nog wat mannen gaan in feite voor een interview? Of gaan wij stoppen met Nou, ik ben wel benieuwd wat... we kunnen Paloma er even bij halen. Ik ben toch wel benieuwd hoe die jongens het ervaren hebben, zo'n raceje. Even kijken en hoe dat ook weer werkt. Joep. Eens even kijken waar die zit. En we nodigen even wat jongens uit om te kijken of we iets meer te horen krijgen. Want wij zitten mooi in de zijlijn, maar dat is allemaal makkelijk lullen. Ik ben toch wel benieuwd hoe die jongens het op de baan ervaren hebben. Even kijken, Mr. Twee tellen geduld nog. Kijk, daar is er één. Hey Chris. Hoe ging het? Ja, je had een redelijk foutje, waardoor je helemaal achteraan neerstortte, had ik het idee. Ja, precies. Maar je kon nog redelijk terugkomen, want volgens mij eindigde hij op P4. Of, ja, netjes. Goed het gat dicht gereden.
Ja, precies. Je koos ervoor om niet naar binnen te gaan en toch door te zetten. Nee, snap ik. Netjes hoor. Ja, en die eerste race was, was niet de makkie denk ik, maar gereden, het was, klasse. Ging lekker. We hebben er nog een paar te gaan. Je kan niet altijd 6 gooien. Maar wat vond je ervan, zo 2 heats? Ja, was heel spannend. Zeker, race 2 alleen op een gegeven moment zaten er 4, 5 tot soms 6 seconden tussen de verschillende de rijders allemaal. Maar voor de rest, was leuk, zeker. Ik zie ook dat we Paloma binnen hebben. Yes. Hoe ging het, George? Ja, ging wel oké. Ik moet eventjes de statistieken bekijken na de race met mijn team, maar... Ja, ik denk ook wel dat het een gelukje bij jou een gelukje mag zijn. Want als Chris niet van zijn plekje had gereden, dan had jij waarschijnlijk niet de eerste geworden, of wel? Ja, het is met Chris altijd een vraagteken wat dat gaat. Nee, maar jullie waren allebei... Ja, maar toen was het nog even... Ik kwam een beetje laat in de eerste race. En, dus ik miste een beetje warm-up, zeg maar. Maar die tweede race die ging wel naar wens. Ja, je ging netjes. Ja, allebei eigenlijk. Maar die Corvette, die auto ligt al bij jullie, geloof ik. Of? Zeker. Dag en nacht met waar ik nu het kampioenschap mee rijd. Dus wat dat er gaat, ben ik heel, heel blij. Dus hij is ook wel te vergelijken met de Mercedes of zo, op een bepaalde manier. Gewoon een goed gevoel in het sturen en zo en in de pedalen. Ik krijg daar wel, Je wordt er blij van. Van, zomaar. Ja. Ja, van die stickers op je auto ook, dus dat is mooi. Ja. Ja. Absoluut, absoluut. Maar ik moet even één ding zeggen. Ik vind, er is één persoon die me echt heel erg is opgevallen vanavond. En dat is Tim. En ik vind dat die toch wel 2 topprestaties heeft geleverd. Ja, zonder meer. Ja, die heeft goede race gereden, absoluut. Ja, die in de 10.000 komt hij niet helemaal uit de verf met die Mazda. Maar nee, hier de sterren van de hemel, absoluut. Ja, hier laat hij toch wel wat zien. En dat vind ik toch wel heel mooi om te merken wat dat er gaat. Ja, er zit een goede progressie in. Dus dat belooft een hoop voor morgen. Ja, sowieso. Ja, ook belangrijk, ja. Oké, jongens, we gaan aan item breien. Ja, morgen weer de Corvette. Dus jullie zijn warm gereden. Ja. Nou, dat was een mooie eerste race, denk ik. Geslaagd. Ja, toch? Ja? Wij hebben het als leuk ervaren. Dus, Nou, maar dan zet hem op morgen en maak ze af de praatworsten. Beetje aanbakken in de pan. Zo is dat. Fijne avond, mannen. Bedankt. Patrick, jij bedankt voor je mede... Ja geen probleem. Was leuk. Was een goede lange ontgroening op deze manier. Ik zeg voor herhaling vatbaar. 3 uur lang lullen in de ruimte. Dat, dus, precies. Dat top, kunnen man. We wel. Nee, was leuk. Jij ook bedankt, Rens. En, top. Iedereen bedankt voor het kijken ook. En hopelijk tot de volgende keer als we weer terug mogen komen. Later. Een avond.